Hey, hallo, Giel hier en leuk dat je hem checkt deze nieuwe koekoeroe aflevering opgenomen op tijdloos 2020. Dat zeg ik er even bij want ja, er komt een nieuwe editie heb ik begrepen. Anyway, ik was er afgelopen zomer en soms heb je van die mensen die ontmoet je en die geven gewoon licht. En toen had ik er nog niet eens horen zingen. Dat had ik bij de dame die ik voor de rest helemaal niet kende, maar het komend uur leer ik haar kennen en haar tocht door het leven. Applaus voor Jennifer en Fritz. Ja! ja Fijn dat je hier wil zijn. Je was hier op Tijdloos en je was weer even naar een ander, uh, ja, als ik het zo mag zeggen, Conscious Festival in Duitsland. Ja, dat klopt. En, ja, en nu toch, je, je moest weer even terugkomen ook. Ja, dat voelde zo. Ja. ja. Ik merk dat wel bij meer mensen, dat als je, en ik zelf, uh, ik heb ook echt, echt geen zin om weer naar huis te gaan. Hmm. Maar goed, dat is ook gewoon een beetje de heerlijke bubbel waarin we zitten. Uh, laten we beginnen bij het begin, want jij hebt wortels in Amerika en Nederland. Ja. Hoe klopt. zit dat? Ik ben geboren in de Verenigde Staten, in Arkansas. Nice. Oh, Arkansas, Kansas. Can Arkansas. Ja, oké. Okay. En Kansas zit daar weer oh, boven. Oh, Kansas zit er ja. weer boven, oh, oké. Okay. Maar het is wel in dezelfde regio. Ja, ja, is, ja. ja precies. Ja, ik ben, ik ben verwekt in Nederland, daar begint het dan eigenlijk, ja? um, in Brabant, en toen... Zijn ze naar de Verenigde Staten gegaan? Mijn vader is Amerikaan ja? en die zat in de Air Force. En zo zijn ze in Arkansas terechtgekomen op de Airbase in Little Rock. En daar ben ik geboren, ongeveer vier jaar geweest en toen weer terug naar Nederland gekomen en in Nederland opgegroeid verder. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk gewoon voor jouw gevoel, vooral heel erg Nederland. Ja. Maar ook wel, ik voel me ook heel diep verbonden met Amerika. Ja. En vooral ook met het land. Ja. Als ik daar ben, mijn vader die woont nu weer in Oklahoma. En als ik daar ben, dan voel ik. Ja, ik voel me ook echt anders. En okay. dat ik me beter kan opladen. Uh, veel energie. Ja, oh, dat vind goed. ik mooi. Uh, Oké, okay, okay. nou daar komen we zeker nog wel op. Wat het hmm. dan met je doet. Wat jij doet is, nou ja, ik zei al zangeres. Maar jij bent ook iemand die ja, retreats geeft. En, en ceremonies met name. Hmm. Allerlei verschillende soorten. Wat, wat, is een, hoe zou je een wat is eigenlijk de definitie van een ceremonie? Hmm. Ja, dat is een goede vraag. Want... Um, de ceremonies uh, waar jij waarschijnlijk naar doelt uh, en waar mijn werkveld op ligt, um, dat zijn meer de ceremonies geworteld in de oude tradities. Maar in feite is een bruiloft ook een ceremonie. Ja, nee, precies. <laughs> en um, Dus eigenlijk, ja, de definitie is volgens mij dat er een reden is, een intentie waarin je samenkomt en een focus. Dat is ja. denk ik wel de essentie van ceremonie. Want als dat een bruiloft is, maar het kan ook een begrafenis zijn. Dat is ook een ceremonie ja, 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 ja. om iets te eren. Ja. Um, ja en waar ik meer uh, me meer in verdiept heb, zijn de ceremonies van oude tradities van tribes. Ja. Ja. Dus het is ook vol met mooie uh, rituelen. Precies. Ja. Ja. Nou, laten we beginnen met de meest, uh, nou, ik weet niet of het de meest onschuldig is, het heeft ook zeker wel wat. Uh, de cacao-ceremonie. De mm. uh, ja, ik vind, voor mij, ik heb het hier een beetje aan mogen proeven. Ik vind het heel bijzonder, omdat mm. ik het gewoon, ja. Voor mij was chocola gewoon chocola. En dus cacao mm. gewoon cacao. Uh, waarvan ik nog net wel wist dat het tot de superfoods behoorde. En als je pure uh, chocola neemt, nou ook weer met dat trainen. Wist hij gewoon oké, okay, 98% is lekker. Ja, dat is wel heel wat. Dus dat is echt allemaal weet. Ja, <laughs> heel denk ik, veel mensen ja, die kennen denken, de chocoladereep of ja, de chocolade ja, uh, ja. ja. Maar wat is, wat is de power van een cacaoceremonie? Hoe, 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 mm. hoe, ja. Dat komt uit de Maya-tijd, geloof ik. Ja, van de Maya's en de Azteken, dus in Midden- en Zuid-Amerika. En zij gebruikt, of eigenlijk heeft de cacaoboon die heeft een hele um, evolutie doorgebracht. Um, op de een of andere manier in die tijd, wat ik in ieder geval vermoed, is dat zij meer connected waren met hun spiritualiteit. En op de een of andere manier in contact zijn gekomen met de boon. Mm -hmm. um, geleerd hebben door meditatie hoe met die boon te werken. En dat ze erachter kwamen als ze daar dranken van gingen creëren. Uh, en daar eigenlijk ook heel veel lucht in brachten. Chili was eigenlijk de basis. Um, en honing, als ze dat hadden. En dat dronken, uh, dat ze in contact kwamen met de spirit. Of spirits en Theobromina, wat de Latijnse naam is ook van cacao, dat betekent food of the gods, dus voedsel van de goden. En zij dronken dat ook voor allerlei uh, rituelen, riten, ceremonies. Uh, het was ook voor de jagers, want uh, ja, je, kan daar, je, je raakt heel gefocust met nee. de cacao, je, je hongergevoel gaat weg. Um, maar er komt een soort um, nieuwe laag in de realiteit. En het is heel zacht, dus het is geen psychedelica. Um, maar, maar een soort is... van natural high zit er toch wel in. Ja, het wordt ook vergeleken met een runners high. Ja, 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 ja. precies. Ja, ja. Want de serotonine en de endorfine worden vrijgelaten in het brein. Dus je krijgt ook echt een geluksgevoel. Vandaar dat ze ook zeggen van je wordt uh, verliefd van chocola. Of, ja, nou, ja, ja, zo. Dat, dat komt daar wel vandaan. Dat komt van de chemische samenstelling van de cacaoboon. Ik zit met net probleem bedenken, omdat je elkaar natuurlijk ook vaak in de liefde chocola geeft en zo. Dat is allemaal weer, uh, De wortels ja. zitten inderdaad daar. Ja, ja. Ja. Eerst even voordat we doorgaan, hoe weet jij dit allemaal? Ja, cacao. Ja, ja gewoon of, in general, oh, al, in al general. Alle, alle informatie waar we het vanavond over gaan hebben, ik weet gewoon dat jij ah, heel veel weet, maar ik weet ja, niet hoe je het ja. weet eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een, uh, ook een tocht, net zoals wat jij zei, van ja. ik was op zoek en ik paste sowieso als klein kind eigenlijk al nergens tussen. Um, want nog een, een belangrijk onderdeel van mijn roots is dat mijn moeder uit Indonesië komt. Dus als mensen zeggen, of als, als ik zeg tegen mensen, ik kom uit de Verenigde Staten, dan denken ze eigenlijk standaard dat mijn vader uh, ja, van de Native Americans komt. Oh ja, ja. Van de First oh, Nation oh, ja. People. Oh, dat was wel vet geweest. Uh, ja, en dat zit dus uh, zeven of acht generaties terug, zit er wel een Cherokee uh, vrouw okay. in de lijn. Oké. Okay. Um, ja, en... ja, ik had de link helemaal niet gelegd, maar inderdaad, dat okay, nee. was wel echt top geweest. <laughs> ja, dat was een een vraag. Maar dat komt dus, ja, en mijn bruine kleurtje komt ja. dus van Indonesië. Ja, um, ja en, en ik heb er ook met mijn tante al ooit over gehad van, ja, zij heeft dat ook meegemaakt. Want mijn moeder, haar generatie, dus met mijn tante ook, die zijn naar Nederland gekomen uh, in de jaren zestig. Uh, uit Indonesië, met een groot gezin. En mijn tante, uh, die had ook altijd moeite om haar plek te vinden in de maatschappij. Want je hoort nergens echt meer bij. je valt Omdat mensen je niet buiten. kunnen plaatsen. Ja, ja, ja maar ja. je kan jezelf ook niet meer plaatsen. Want je bent ergens je, je roots, je wortels ben je kwijt. Je voelt je hier thuis en ja, je kent de maatschappij en de cultuur en ja. je weet hoe het werkt. Maar, maar mensen gaan toch vragen, waar kom je vandaan? Precies, ja, ja, onder andere. Ja, ja, ja. Um, ja, dus ik, ik ging ook door allerlei fases heen, maar ook moeilijkheden in mezelf. En ik kon moeilijk mijn plek vinden. Ik ben in Brabant opgegroeid en het was voornamelijk blanke mensen om me heen. Ik wilde ook altijd blond zijn vroeger. Dat is niet, dat is niet gelukt. gelukt. Nee. Uh, misschien als ik ooit grijs word, dat ik dan een keer blond oh, kan gaan. Ja, ja. Maar uh, nou, ja. we zullen het zien in de toekomst. Maar vanuit daar ben ik altijd op zoek geweest. Uh, eigenlijk als kind dus al. En in mijn puberteit. En ik had een, echt een moeilijke periode ook. Um, ja, en ik, ik had heel veel schaamte. Ik had onwijs veel overgewicht ook in die tijd. Dus uh, op mijn toppunt uh, woog ik 125 kilo. En dat was echt gewoon manier om te zoeken van hoe met het leven om te gaan. Ja. En toen kwam ik um, per ongeluk, oh ja. of het bestaat, maar ja. per ongeluk, uh, in, in, uh, in Den Bosch ging ik in een, een studentenhuis wonen en dat meisje ging een opleiding, een MBO plus opleiding doen aan een theaterartiest. Uh, en ik zei, nou dat wil ik ook doen. En zo ging ik dat doen en ik had, ja, ik had eigenlijk niet voorzien wat voor een pad dat was, wat ik toen ging bewandelen. Want Namelijk ging, jezelf uit, uh, creatief. Ja, nou, want ik had heel veel schaamte voor, ja. voor, voor, voor mezelf, voor mijn lichaam, voor wie ik was. En ik, ja, ik, ik kom ook echt van dat ik mensen niet op durfde te bellen. of gewoon uh, niet naar buiten wilde omdat ik echt angstig was. Ja. Ik kom echt van ver. Om maar je ging juist zeggen. dat aan, dus eigenlijk, zonder dat je er misschien door had wat ja. het effect was. Maar de eerste keer ook dat ik op het podium kwam, uh, is de, ik was 19 of 20 of zo. Doen. Ja, daarna stormde ik het podium af en huilen en uh, een soort van paniek aanvallen. Van, oh, wat heb ik gedaan en wat ja, vinden mensen van mij? Ja, ja. En, maar ja, toch, um, het, het heelde me. Het, het theater heeft me wel in die zin uh, heel, heel veel gebracht. Ja. En toen ben ik naar een hbo-opleiding gaan in Utrecht, uh, theaterdocent. Ja, en toen kwam ik in contact met uh, verschillende spirituele beoefeningen. Kundalini-yoga, transdans, maar hoezo, ceremonies Maar hoezo kwam je daarmee in contact? Ja, ik had een vriendinnetje ah, okay. waarmee ik in huis woonde. Ja, ja, ja. En uh, die zei, ja, nou, hier is Leuk. iets leuks. Ja, ja, kom, we gaan dit doen. En ik zei, oké, okay, nou, dat gaan we doen. En dat, dat zette nog een extra deurtje open. Een heleboel deuren. Ja, ja, ja. ja. En toen ben je gewoon gaan verslinden. Nou, we zullen straks ook uh, naar je boeken, uh, je indrukwekkende boeken mm. gaan. Maar en zo kom je aan die informatie. Ja, het is, voor mij was het echt een pad van doen. Ja. Ik kwam er ook achter toen ik uh, met... Uh, Verschillende tribes en aanraking kwam, wat ze zeiden. Want ik wilde heel veel, ja, ik wilde heel graag leren over ceremonies. Mm -hmm. Ze ik ja, maar hoe kan ik dat dan leren? Want er zijn niet echt boeken van nee. zoals, studieboeken zoals we nee. ze, ze kennen. Exact. Dus ze zeiden van ja, just come to ceremony. Dus wat zij nog eigenlijk overbrengen, is van eh, gewoon gaan, zien, echt kijken, observeren. En op een gegeven moment vragen ze dan aan je van hey, kan je dit doen? Yeah. En ze. Uh, ja, kan ik dit doen? Ja, volgens mij wel. En dan leer je het en dan is het ook gelijk geïntegreerd. Ja. Dus het is een andere manier van leren. Het heeft me echt heel veel gebracht ook. Mooi ook. Okay. Ja. En, en het feit dat je dat net even noemt, uh, omdat je daar blijkbaar mee geassocieerd werd, maar jouw, jouw native voorouders en zo, ben je dat nog helemaal gaan uitpluizen? Omdat, je, omdat het dan wel heel erg samenvalt met je interesse. Vanuit mijn Indonesische kant bedoel je Nee, juist meer niet. Van, um, van. Van van uh, een paar lijnen ertussen, wat je er net ja, zo zei. Ik ben inderdaad ooit in Oklahoma in een dorpje geweest een, uh, een settlement. Um, en daar waren dat, ja ik herinner me nog, het is een tijd, echt wel een tijd geleden, dat, een, dat er een archief was waar nog alle families in beschreven stonden. Mm -hmm. En mijn achternaam is Frits met TTS. Ja. En daar kwam ik op een gegeven moment inderdaad de Frits lijn tegen. Um, maar ja, echt veel verder op die manier ben ik er niet nee, echt nee, in gekomen. Nee. En wel een familieconstellatie heb ik gekeken, energetisch, uh, van wat dat, ja, ja. dat, dat ze er was. Ja, um, ja en dan, dat was een oefening waarin we gingen kijken in de vrouwenlijn. En toen zag ik dus vanuit mijn vaders kant dat daar een, nou, eigenlijk een hele rij met vrouwen stond. En um, die waren eigenlijk allemaal de, de eerdere generaties net achter mij, dat, ja, die waren toch wat grijzig. En ineens stond daar een vrouw helemaal in, Kleur, ja, ja. En in vol ordien, zo okay, met haar veren. Okay. En die stond daar sorry, te shaken en dat licht, <laughs> ja, ja. die gaf dus licht. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij heb jij mij op dit pad gestuurd. Ja, ja, ja. Ja. En uh, dat was ook nog wel een tijd waarin ik echt aan het ontdekken was van waar geloof ik. En geloof ik mm -hmm. dit ja. eigenlijk wel? Is het echt? Ja. Ja, dat is echt wel een, uh, ja, een grote vraag. <laughs> nog altijd uh, op bepaalde vlakken. Um, maar ze komt wel regelmatig terug. En hmm. als ik kijk naar uh, wat voor dingen op mijn pad komen, denk ik, ja, het is toch wel de zoektocht uh, in mijn leven. Hmm. Nou ja, in de, in dat beeld zal je sowieso kracht geven of inspiratie. Hmm. Toch in ieder geval. Ja. Uh, nog even over die uh, cacao-ceremonie. Uh, maar nu weet ik dus in ieder geval waarom je daar zoveel van weet. Want waar heb, je de, waar heb jij je eerste cacao-ceremonie meegemaakt? Even nadenken. Um, volgens mij. Ik denk wel in Nederland, gek oh, genoeg. Ja. Oh, okay, yeah. Heel veel uh, ervaringen heb ik in Nederland ook opgedaan. Oh, oké, okay, really? Ja. En, maar wanneer het bij mij echt landen was, toen ik in Bali was. Uh, toen yeah. begon het echt bij me te leven. Uh, want in Bali hebben ze ook uh, cacao in Indonesië. En ja, daar zitten mijn eigen roots. Mm -hmm. En daar uh, ja, is een soort spiritual hub, noemen ze dat in Ubud. Um, waar mensen ja, toch intensief werken met de cacao. Um, en met muziek en creativiteit, waarin er voor mij echt uh, iets open ging. Waardoor ik iets anders ging, zing, ging zien in de cacao. Yeah. Waarin ze bepaalde elementen van ceremoniële um, ja, tradities terugbrachten in de cacao. Maar er ook een eigen draai aan gaven. Dus het was heel authentiek, heel yeah. persoonlijk. Um, want je zou het ook kunnen doen precies zoals de Maya's het doen. Maar omdat we zoveel hebben meegemaakt. Ja, en we zijn niet die Maya's nee, meer. Of die nee, asteken. Dus nee. je hebt altijd je eigen kleur. Je eigen ja, input uh, daarin. En, en daar uh, opende dat voor mij. Dat van, oh, ik mag gewoon op mijn eigen manier. 2020. Uh, ja, ja, ja nee, dat vind ik wel tof. Geken, ja. En wat ik sowieso. En dat bedoel ik echt niet zo flauw als dat het klinkt. Maar dat is mij, uh, ja, begint mij wel steeds verder duidelijk te worden. Dat het gewoon. En een ceremonie helpt er heel erg bij. Kijk, waar je in gelooft. Dat is gewoon zo. En dat kan dus echt letterlijk van alles zijn. Daarom is er ook niet van nee, dit is wel waar, dit is niet waar. Nee, als je erin gelooft, dan is dat zo. En dat vind ik dus wel het mooie aan zo'n ceremonie. Dat, dat de energie tussen mensen, de dingen die verteld worden, de intenties die je geeft. Ja, op dat moment is het echt niet gewoon even pure chocolademelk. Nee, 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 dat klopt. Ja, maar dan ja om ook weer terug te komen, wat is de definitie van ceremonie? Dat gaat dus inderdaad, een, een ceremonie kan geleid worden door iemand. Dus daar kan een vorm aan zitten, zoals met cacao. Of nou ja, het kan ook een, een, ja, een ceremonie ter ere van iets zijn. Ik, ik komt even niet zo snel iets binnen, maar er zijn allerlei redenen waarom je dus een ceremonie kan doen. Um, en en jij, ja, jij kan begeleid worden door iemand, maar uiteindelijk is het de mensen die het maken. Dus uh, wat jij ook zegt, van de intenties die ingebracht worden. Dat is het veld wat gecreëerd wordt en ge, ja intenties zijn gedachten mm -hmm. en gedachten zijn geluidsgolven. We kunnen ze niet horen met onze oren, maar ze komen dus aan en dat omdat we ook nu steeds gevoeliger worden, zo lijkt het, dat mm -hmm. het een golf is van mensen die steeds gevoeliger worden um, voor intuïtie, gevoelens, uh, fijnstoffelijke aanwezigheden. Um, worden dus die intenties die worden dus daadwerkelijk gevoeld. Daar wordt een, een, een ruimte, een space mee gecreëerd. Yeah. Nou ja, het is inmiddels hè, dat wetenschappelijk aangetoonde experiment van die planten die in hetzelfde water, uh, of nou ja, dus niet hetzelfde water. Het ene water werd positief tegen gedaan en het andere water negatief. Nou ja, ja, welke plant groeide het best? Ja, het moto. Ik geloof een Japanse ja. wetenschapper die inderdaad uh, ja, de kristallen van het water uh, fotografeert. Ja. Exact. Even nog, en uh, ik wil straks toch weer doorgaan over cacao, maar ja. ik weet dat je ook een waterceremonie... Zag ik. Oh, doe ik dat hier? Nou, nee, 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 dat doe je niet hier, maar dat oh. heb je ooit gedaan. Ja, dat klopt. Ja. En wat is dat dan? Een beetje ja. Nou, een waterceremonie is eigenlijk echt ter ere van het water. Um, water is life. Uh, is een, iets wat veel gezegd wordt, ja. omdat we, uh, ons lichaam is ook gemaakt. Uh, Precies. 70% uit water, hoor, ja. als het niet meer is. Um, en wat je net al beschreef, van we kunnen het water dus beïnvloeden. Dus dat betekent dat onze gedachten en onze gevoelens. Uh, onze cellen dus beïnvloeden, hoe we ons, ja, ons, hoe we ons voelen, mm, wat we naar buiten uitdragen. Um, maar ze zeggen dus ook dat ons lichaam vertegenwoordigt de elementen. Dus um, water is het bloed, uh, ons lichaam is de aarde, um, de lucht is de ademhaling en uh, vuur is onze spirit, dus onze ziel. En als we dus het water buiten onszelf weer opnieuw eren, dan eren we dus ook het water in onszelf, maar ook de verbinding die we met alles hebben met de natuur met gewoon precies want ja, ja, ja. water is echt de verbinder en water heeft ook allerlei verschillende fases want uh, ijs uh, mm. vloeibaar water uh, bevroren water stoom uh, nou, weet je, wolken het komt overal weer terug ja. en ze zeggen dat het water wat er op de aarde is altijd um, ja contained is gebleven dus dat het het, het hoeveelheid water altijd hetzelfde nee, is gebleven oh, ja, ja. Dus, en dat het water een herinnering heeft dus alles wat op de aarde is gebeurd, zit in het water. Dus via het water kunnen we eigenlijk door alle tijden heen. Uh, connectie maken met de informatie die daarin zit. Dus alle plekken waar het geweest is, um, alles uh, wat de aarde uh, heeft meegemaakt. En het komt gewoon uit de kraan? Uh, ja, bij ons top. komt het gewoon uit de kraan. <laughs> <Ja. laughs> ja. Oké. Okay. Uh, nee, wat ik nog even over die cacao zie Marnie, want jij bent daar echt, uh, nou ja, dat is wel een van je krachtigste, of ja, waar je het meeste mee bezig bent. Met ze, hmm. Naast zingen, vaak ook in de combinatie. Hmm. Want je hebt nu zelfs, is dat sinds dit jaar of niet? Je eigen lijn. Ah, de cacao bedoel je? Ja. Ah, nou, dat is een samenwerking. Ah, super vet. <laughs> Ja, Met een, een heel mooi bedrijf in Amsterdam, Pure Cacao. Oké. Okay. Heten zij. En het is, dat is een, een stel die dat doet, Erik en Leonie. Ja. En het is heel mooi, want zij zijn ook echt naar die plantages gegaan. En zij controleren de, ook de kwaliteit en werken voornamelijk met families. Dus de cacao um, ja, wordt echt geëerd. Het zijn vaak generaties uh, die al met de cacaoboon werken. Dus die het ook ceremonieel planten. Dus echt al van het moment dat het geplant wordt, gebeurt het al met intentie. Okay. Tot het oogsten en het verzenden en, en alles toe. En zij controleren dus ook echt de kwaliteit als ja. het aankomt in Nederland en of er pesticiden of andere dingen in zitten. En, um, en jij, wat, wat is dan het vleugje Jennifer N wat je eraan toevoegt? ik heb, ik, niet natuurlijk, maar ik heb uh, mijn eigen recepten ja. uh, ontwikkeld over de jaren heen door te werken met de cacao. Dus en, er zit um, iets bij van een kruid of een dingetje? Ja, kruiden zitten erbij en recepten en een stukje verhaal ook. Uh, maar ook ja, hoe je dus kan werken met de cacao. En ik Dan denk, mis je voor thuis wel een beetje het ceremoniële gedeelte, maar je hebt in ieder geval wel de... de... Nou, dat is niet helemaal waar, want ceremonie dus hoeft niet met een groep mensen te zijn, want je kan ook alleen ceremonie ah, ja, doen. Okay. Dus het is, okay, je ja, kan tuurlijk. ook alleen met de, met de planten verbinden of met jezelf. Of een meditatie zou je ook ceremonieel kunnen tuurlijk. benaderen. Ja, 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 ja. Want, nou ja, en we zijn natuurlijk nooit alleen. Als we dat zo op die manier bekijken, mooi. hebben we altijd aan, aanwezigheid. Ja, ja, ja. Nou ja, mooi. Um, ja, en dan is er nog een ceremonie. Daar lees ik niet zoveel over, maar wij hebben het er wel even kort over gehad. En als je het er niet over wil hebben, dan moet je het zeker niet doen. Uh, maar uh, Ayahuasca, mm. het plantenmedicijn, ook daar zit natuurlijk een hele ceremonie bij. Wanneer kwam dat op jouw pad? Je zei al, je zat op die HBO. Ik ineens realiseer ik me ook, want ik zag een heel oud filmpje van jou op je YouTube-kanaal. waarbij een soort dans aan het doen was en okay. zo. Maar dan nu snap ik ineens waar dat vandaan komt. Oh ja, waar ja. kwam dat vandaan? Nou, dat gewoon was gewoon misschien... van die eerste HBO-studie. Uh, ah, zo ja. Ja, ja, zo ja, dat klopt. Ja, dat was een, uh, een eindstuk van het eerste jaar. Ja, ja. ja oké. Okay. Okay. Maar... Uh, ja, Ayahuasca, wanneer kwam je daarmee in aanraking? En rond die tijd, ook. Ja, oké. Okay. Ja, dat is in 2006, 2007 geweest, ja. En wat heeft het jou gebracht? Een heel nieuw leven. <laughs> ja. Ja, ik kwam er dus in aanraking, want um, die vriendin nam mij overal mee naartoe. En ja. zo waren we ook bij een man um, die uh, in Westbroek woonde tijd, want ik zat in Utrecht op de toneelschool. En hij had daar een, een gedeelte van een boerderij. En daar deed hij dan transdans En uh, hij nodigde ook shamanen uit. En nou, ineens, uh, ja, we waren daar aan transdansen. En dat is dan um, een dans met een blinddoek op. Ja. En um, heel veel trommels eigenlijk. Het was okay. wel elektronisch. Maar hij zette dan elektronische trommelgeluiden op. Maar het kan met live muziek. En ja. ik vond het zo magisch. Want je raakt elkaar namelijk niet aan. Dus je bent aan het dansen. En ja. je denkt, nou, je moet wel een muur of een persoon of zo aanraken, maar, dat gebeurt maar niet dan? in dan een uur, okay. twee uur dans gebeurde dat niet. En is dat ook, of is dat meer kundalini, dat je gewoon zo heel erg zo met je buik zo... De uh, breath of fire. Ja, of nee, maar dat je zo aan het dansen bent en dat je gewoon op een gegeven moment gaat je lichaam gewoon bewegen, terwijl je zelf niet meer weet dat je aan het bewegen uh, bent. Ja, dat je wordt, ja, bijna alsof de energie je afneemt yeah, of zo. Yeah. Mm -hmm. Nou, inderdaad. Want eigenlijk hoe hij het toen omschreef was ook van ja, je bent in een energetisch veld met elkaar. Dus je kan gewoon met elkaar dansen en je intuïtief uh, voel je dus aan waar je kan zijn op welk moment. En, en daarom ik, gaat het dus ook goed. Daarom wow. ja, gaat het dan goed. Dus dat vond ik zo magisch toen ja. de tijd. En um, toen zei hij, nou, volgende week komt er een sjamaan En uh, ja, er is een plekje vrij. Er is iemand die komt niet opdagen. En ik vind het wel wat voor jou, zei hij. En toen, nou ik was begin twintig. En ik dacht, Je was niet bang leuk. in ieder geval. Nee, <laughs> nee, precies. Ik dacht, leuk, gaan we doen? Uh, en ik had echt geen idee wat het was. Echt totaal geen idee. En, um, nou, ja, dan dat vind was ik wel het wel. Ja, nou, achteraf besefte ik me dat ook wel, maar daarvoor niet. En, um, en, en toen was het ook helemaal niet uh, in de mainstream. Het was totaal niet bekend uh, wat, wat, die, ja, wat die planten waren, wat dat medicijn was. Um, de nou, ik denk dat het nog heen. steeds niet echt onwijs mainstream is hoor, maar nee, op een gegeven moment nee. hebben wel meer mensen ervan gehoord en dan komt er natuurlijk weer een relletje van en zo. Um, maar ik moet zeggen, het, 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 vond je het wel prettig, want als je het niet zo goed weet, dan lijkt me het echt fucking heftig in wat voor een achtbaan je terechtkomt. Nou, gek genoeg was het dus voor mij als een soort thuiskomen, dat was eigenlijk het rare daaraan. En tijdens het transdansen had ik dus ook met... Want ja, je bent dus in het donker. Uh -huh. um, maar het is als een soort droomstaat. Um, dus ik kreeg ook ja, beelden voor me. En yeah. toen besefte ik me dus dat in die week daarvoor... ik die kamer had gezien met de mensen die daar al hadden gezeten. En dat gevoel wat ik toen had tijdens die reis uh, met, uh, met die planten... dat dat was wat ik gezien had al in de transdans. En het was echt als een soort thuiskomen. Het was zo gemakkelijk en ik heb gewoon eigenlijk een hele rustige, fijne reis gehad en het was echt van ja, je bent weer thuis. Letterlijk ja, zo ja, voelde ja. dat. Maar daarna is nog ja, het, het heeft heel veel in beweging gezet in mijn leven en ik was heel jong. Um, er was toen de tijd niet echt een community van mensen die daar echt mee bezig waren waar ik terecht kon. En het heeft ook wel uh, in die tijd gevoelsmatig alsof het ook veel verstoring heeft gebracht. Het heeft me heel veel Inzichten gegeven en het heeft eigenlijk een heel pad voor me geopend. Maar tegelijkertijd was het ook pittig. Het je wist nog uh, niet wat je ermee aan moest blijven Geen het idee. Altijd, het ik was had, gewoon eigenlijk nee. too much. Bijna. Ja, eigenlijk in die tijd wel. Um, maar als ik terugkijk van ja, ik kan echt alleen maar dankbaar zijn. Want mm -hmm. wat het allemaal geopend heeft en alle ervaringen en reizen die ik gemaakt heb. En zo is de muziek ook bij me gekomen. En dat is eigenlijk in die eerste ceremonie is dat ook gebeurd. Dat mijn stem is opengegaan. Oké. Okay. En ik. Ik ben nog heel lang heel bang geweest om te zingen. En het is tijdens mijn koenelini yoga opleiding waar ze heel veel mantra's zingen. En toen ben ik langzaam aan het leren gitaar te spelen en uh, dus mantra's te gaan zingen. Dus ik heb ook ja, heel weinig zangles gehad, maar vooral door te doen weer. Dat was echt een. Maar dat, dat zingen, dat, dat kwam tot jou of dat werd gezegd of dat voelde je zo, dat je daar iets mee moest doen? Ja, nou, het, is een, het is een verhaal. Ja, In leuk. Ja? Okay. Ja, ik, zit, ik zit hier echt te luisteren, dus uh, vertel een verhaal. Ja, ja, ja precies. Um, de ceremonie was nogal uh, bijzonder. maar ik had, ik had helemaal geen verwachtingen. Nee. Uh, ik wist ook niet wat het was. Ik wist ook niet wat de bedoeling was. Ik, ik moest op een matje gaan zitten en uh, kreeg een drankje. En er was een, een, een sjamaan. En uh, ja, dat was het ook een beetje voor mij. Dus ik zat een beetje af te wachten. Van, nou, het uh, gaat er komen. Maar uh, het bleek dus dat uh, de sjamaan niet helemaal in vorm was. Of ik oh. weet niet precies hoe dat werkt. Uh, <laughs> um, maar die uh, was uh, aan het slapen, voornamelijk. En naar binnen gekeerd. En het blijkt dus dan, uh, nu weet ik dat inmiddels wel, maar dat hij liederen moest gaan zingen. En uh, dat hij richting geeft aan, 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 ja, aan de, de, de ceremonie. Gids, ja. ja, precies, de gids. Maar dat gebeurde allemaal niet. Dus de, de, de eigenaar uh, van die plek, uh, ja, die werd heel onrustig. En die ging in het midden zitten met een zwanenveer en uh, heel veel lawaai. En uh, mensen, ja het, ja, het was gewoon één grote rot, sowieso, voelde het. En ik zat daar maar aanwezig ja, te kijken. Cool. Of, nou, oké. Okay. Ja. Maar op een gegeven moment was ik het zo zat, want hij zat zoveel lawaai te maken. Dat ik, en ik zat zo, zoals ik nu zit in Kleermakers zitten. En het was alsof er een energie echt door me heen kwam, me omhoog trok. En er kwam een geluidheid, wat ik echt nog nooit gehoord heb. Ik denk ook niet dat ik het daarna nog ooit heb geproduceerd. Maar het kwam. En iedereen was stil, dus je werd wakker. Iedereen keek naar me en ik schrok me kapot. En ik ging weer zitten en, ik, en dacht: oké. Okay. Ja, en toen ging alles gewoon weer verder. Hij ging weer verder. Met, okay. oh, en, uh, het was een soort oorkreetachtig iets. Zo voelde het. Ja, ja, yeah. ja. iets wat, wat echt alsof het uit mijn tenen kwam. En nu snap ik wel beter waar die connectie zit. Maar het was in één keer helemaal open. En mijn stem, ja, het was een heel hoog geluid. <klaar> en ik heb over het algemeen niet een heel hoog stemgeluid. Maar ja. Dat, Fantastisch. Net zoals je zei dat de, de dans je over kan nemen. Nou, ja. dat voelde precies als mijn stem. Ja. ja, dat was buiten mezelf, zo voelde dat. Het kwam wel uit mij, maar ja. Eh, dat had blijkbaar dus echt iets losgemaakt, iets aangewakkerd. Ja. Ben je er toen heel erg diep in gegaan? Is het iets wat je vanaf dat moment regelmatig hebt gedaan? Of hoe, hoe want het is. Kijk, ik heb het nu voor het eerst uh, een maand geleden gedaan. Ik moet zeggen, daarom ben ik heel blij dat ik hier ook ben, want dit is dan echt een soort hele mooie, zachte landing waar ik fijn kan integreren en zo. Um, maar het is, lijkt me niet iets wat je zeer regelmatig doet. Tenminste, ja, dat weet ik helemaal niet. Nee, ja, het ligt, het ligt eraan wat voor pad je daarmee bewandelt. Voor mij heeft het dus echt een, uh, een pad ook geopend um, waarin ik persoonlijke heling kon vinden. Mm -hmm. um, dus ja, het is voor mij ja, regelmatig. Ik denk inderdaad niet dat het iets is, uh, sowieso voor de meeste mensen niet is, iets is wat je regelmatig zou moeten doen, nee. uh, het, heeft, het kan heel veel openen en de integratietijd is ook vrij lang. Uh, ja, zo. Uh, maar het, ik, ja, het is wel vaak op mijn pad gekomen in mijn maar leven. Maar wat was er? Je, je zei al dat je, hè, voordat je naar die hbo-theater zo ging, wat gesloten was, uh, overgewicht en zo. Dat, maar dat was al een beetje geheel dan, denk ik? Of, of nou, dat ging zes... eigenlijk hand in hand. Ja, dus precies, met, het, was... uh, met het theater, dus ja, ja. Uh, op het podium gaan staan en uh, ja, mezelf ja, ja. laten zien. En, ja. Um, ja, en, en ik merkte dat het um, in, die, in die ceremonies van die tradities en met die plantenwerken, dat dat wel een nog, een nog dieper thuiskomen ja. was. Um, ja, dus. Het, het, het is wel vaak op mijn pad gekomen. Ik, ik ben ook met verschillende tribes in aanraking geweest om te kijken van hoe werken ze daarmee. En waar ik eigenlijk aan moet denken is, als je gaat naar de tradities, zij uh, werken daar wel op regelmatige basis mee. Uh, de moeders drinken vaak ook nog als ze zwanger zijn. Dus een kind krijgt het eigenlijk al terwijl ze groeien. En krijgen vaak kleine beetjes uh, als de kinderen, um, ja, als de baby's dus groeien, ja, krijgen ze ja, ja. al kleine beetjes. Want het is veel meer geïntegreerd. Ja. Uh, in het leven in hun leven. Dus ik ben dankbaar ook dat ik dat uh, mee heb mogen maken. of mogen zien in ieder geval. Nou ja, het is ook. Ik bedoel even voor de duidelijkheid. Uh, de, ik ga er één koekeroe-uitzending helemaal aan wijden. maar het is, mm. het is uh, even technisch gezien. vooral een stofje wat wij zelf al aanmaken: hè? DMT. DMT. Ja. Dus het is, ook, het is ook niet heel gek dat je denkt... oh, uh, hoe kan je dat in godsnaam toevoegen aan iemand? Want het zit al in ons. Nou, ja, sterker nog, het zit ook in heel veel planten die hier gewoon groeien. Het ja. is alleen de combinatie met de remmer, wat er dus voor zorgt dat het dan, zoals we dat noemen, hallucinaties uh, ja. genereert. Ja. Maar het is uiteindelijk is het uh, echt in, het, in contact komen met je spirituele zijn. Mm -hmm. Nou ja, wat, wat ook in ons zit. En wat je al zegt, je kan... Beter worden in bepaalde zaken. Dus als je ook dat onderzoek doet, en het kan via plantmedicijnen zijn, maar het kan via breathwork zijn, mm. yoga, meditatie. Weet je, het is niet per se dat dat de weg is, maar nee. het bracht mij in die tijd heel veel heling, uh, wat ik nooit had kunnen voorzien of wat ik ook op dat moment niet... Ja, ik wist niet eens dat het bestond toen nee. het kwam. Ja. Nee, ik zag een mooi uh, filmpje op jouw Facebook. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar dat was dan zo'n soort filmpje waarom DMT verboden was. Of verboden moest worden. En het was dan eigenlijk gewoon een beetje omdat dat totaal niet past bij het systeem waarin we zitten. Heb ik dat? Heb nou, ik dat? Ja, dat filmpje <laughs> heb jij gewoon gerepost uh, ah, en, en daar zag okay, ik het okay. bij. En ik vond het echt een topfilmpje, want ik ja, wel dacht, ja, van ja, ja. Het, 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 bedoel, het zou heel mooi zijn. En ik denk ook dat we veel meer uh, die tijd ingaan, dat mensen mm. wel voelen dat we met z'n allen connected zijn. En dan bedoel ik niet eens alleen maar mensen, maar ook met de natuur. Mm. En gewoon ja. echt dat we ja, erin ja. zijn. Ja. Maar daardoor, nou, dat is ook best wel een beetje de tijd waarin we nu zitten, gaat alles op de schop natuurlijk. Ons, ons hele economische systeem, gewoon ons politieke systeem. Uh. Ja, precies. De zoektocht, de zoektocht is niet meer zozeer naar buiten, maar gaat nu echt naar binnen. Ja. Dus ik denk ook dat daarom ja, dit soort dingen aan het licht komen. En nogmaals, in die tradities is het heel gewoon. Zij zijn daarmee opgegroeid. Het ja. wordt door, door generaties is het doorgegeven. Uh, en is het een, een, geïntegreerd in het leven? Ja. En um, ja, dat is het hier inderdaad niet. Dus het is vreemd en het wordt vergeleken met, met drugs. Uh, en, en als je het op die manier ook zou willen gebruiken, denk ik dat je van een... Uh, ja, dat het thuis komt. Precies, koude douche. Ja, dat is het zeker niet, nee. Het is, het is best wel pittig. Het is niet, uh, het is niet uh, voor het is niet recreatief, recreatief gebruik. nee, nee. nee. nee, nee, nee. Ah. Jij uh, bent op een gegeven moment ook echt wel veel gaan reizen en zo. Mm. Om, uh, ja, misschien is het een wat te grote vraag, maar een, een beetje in het verlengde hiervan. Ja, bij wat voor stammen ben je allemaal geweest? Wat heb je allemaal gezien en meegemaakt? Um, ja, <laughs> dat is inderdaad een hele grote ja. vraag. Um, maar uiteindelijk, als ik, als ik kijk wat ik al zei, ik heb veel ervaringen dus uh, in Nederland gehad, maar ook in andere delen van de wereld. Um, want de mensen van de tribes die ik ontmoet heb, die reizen ook over de hele wereld okay. uh, met, met het werk wat ze doen. Um, maar ik ben, ik ben ook in de jungle geweest um, bij de Kashinawa, of de Honey Queen. Um, en dat heeft wel echt een, uh, een indruk op me gemaakt. Wat uh, what, what is dat? Wie zijn dat? Dat um, is een tribe die dus inderdaad met de ayahuasca werkt. Um, en zij wonen in Acre in de jungle van Brazilië. Um, ja, zij zijn, wat ik begrepen heb, uh, in de afgelopen tien jaar zijn zij ook eigenlijk weer opnieuw hun traditie aan het ontdekken. Um, en tegelijkertijd zijn zij van dat jungle style life, dus echt ook nog in hutten ja, met heel ja. weinig voorzieningen, um, is daar een vermenging aan het plaatsvinden uh, met de steden in Brazilië uh, en met het westen. Omdat er dus een grote aanvraag is van mensen die dus ook aan het zoeken zijn, op zoek zijn... Onder andere naar dat soort ceremonies, waardoor zij dus ook zijn gaan reizen uh, om het werk naar buiten te brengen. Ja, ja mooi. Um, en het was voor mij wel heel intensief om te zien hoe zij leefden. Ja. Um, en op, het was in 2015 dat ik daar ben geweest. En ergens ben ik het nog steeds aan het verteren, zo voelt het. Maar wat, wat was er zo heftig aan? Of de hmm. Nou, het was uh, ja. Op een bepaalde manier zijn zij ook nog daar niet met de tijd mee. Dus okay. um, er gebeurt een hele hoop. Ze hebben nu heel veel wensen die omhoog komen. Maar ze kunnen ook nog niet helemaal mee. De voorzieningen zijn nog niet daar. Uh, dus het, het, het water wat daar dan stroomt: um, ja, daar wordt uh, benzine in Maar daar wordt ook het water oh, uitgehaald ja. om in te douchen, oh, om te drinken, ja, om in te koken. Uh, als voorbeeld. Um, maar ook uh, wij kwamen daar als westerlingen in de jungle. En. Um, Afgelopen weekend had ik het nog hierover van ze hebben hele andere concepten. Um, dus wij hebben onze spullen bijvoorbeeld, mm -hmm. en dat is van ons en daar, ja, daar, daar kom je niet aan. En anders is het stelen en dat zijn dus concepten. Maar uh, wij, ik merkte dus dat dat voor hun uh, eigenlijk niet opging. Want, uh, hoe... Spullen zijn er gewoon. Precies, oh, Ik ben het echt met die gast eens eigenlijk. Nou, en, <laughs> ja, het bracht nog wel een hele hoop gedoe met zich ja, mee. Ja, dat begrijp ja, ik. Ja. Maar ja, iets is nooit van iemand. Nee, ja. nou, en, en, maar goed, daar kwamen dus die clashes van uh, ja, verschillende ik, ja. werelden. Ja. Ja, nee, dus dan zag je iemand met je broek ineens uh, rondlopen en dacht je, oké, okay, uh, dat is mijn broek. Maar ja. zei ze van, hoezo? Nee, want ik heb het nu aan en nu is het van mij. Ja. <laughs> Maar als je dat dus <laughs> niet gewend bent, dan moet je dus helemaal herprogrammeren ja, 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 van dat, hoe die uh, mensen kijken naar de wereld. Ja. Dat is echt, het ging echt wel, een... Al puur, hoor. Echt uh, goed. Honey Queen betekent ook de real people. Ja. Echt, uh, yeah. ja. Nou ja, om maar even iets te noemen. We zullen later dan wel uh, <laughs> op andere... Ik zag dat je... Uh, je heb je op Costa Rica, want dat vind ik zelf gewoon een heel yeah. mooi land. Heb je daar yeah. ook bijzondere dingen meegemaakt? Ja, ook. Ja. Yeah. Wat heb je daar gedaan? Nou, ik ben daar in een community geweest, uh, Pachamama. Heet dat. En um, ja, die hebben nu ook een grote beweging op internet met, uh, volgens mij heet het Con Amor, uh, Waar allemaal muzikanten samenkomen um, en eigenlijk muziek, um, ja, ceremoniële muziek of medicine music. En dat ja. begint ook een beetje een beweging, het begint wat groter te worden, waarin de liederen en de muziek echt uh, met de intentie tot heling en tot verbinding. Um, maar dat is ja. toch eigenlijk ook wat jij doet? Ja toch? Ja, het ja, ja, is niet dat jij, de, 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 ja, ik bedoel, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat elke muziek op die manier bedoeld is, maar er zit toch vaak wel een, een soort ander motief achter. Nog steeds mm. vind ik het iets heel moois, hoor, en blijven ik elke muziek van de wereld eigenlijk iets spiritueels hebben, omdat het gewoon zo bijzonder is. Maar ja, bij, met, met, met de muziek die jij maakt, ja, is dat inderdaad toch echt als medicijn, en, of, of, of ja, ook met mantra's en dingen. Hoe. Um, ja, hoe ga. Dit, dit is voor mij gewoon een soort nieuwe wereld van hoe ga jij te werk met, met, met muziek? Want er komt ongetwijfeld weer nieuwe muziek aan. Ja, dat klopt ook. Ja, de, de wortel van, in ieder geval voor mij ook, het komt echt uit devotie voort. En in onze cultuur is muziek dus eigenlijk meer ook van: ja, ja je hebt een artiest en die staat op het podium, en het moet ook een bepaalde kwaliteit hebben. en Um, ja, en dan ben je een artiest en, dan ben je, en dit is succesvol en dit is ni yeah. niet succesvol. Nee. En bij mij, wat, ja, wat ik al vertelde, ik kom dus vanuit dat ik niet eens op een podium durf te staan naar nou, muziek zingen voor anderen. Dat was helemaal ver weg van mijn bedshow. Um, maar door de Kundalini-yoga uh, merkte ik gewoon, als ik mantras ging chanten, dat was de enige manier om mijn, mijn mind, dus de, de gedachten, uh, tot stilte te brengen. Dus dat was in zichzelf al zo'n openbaring voor mij. En toen, ja, zo van meditatie was je echt niet aan toe, want, want echt stil zijn kon je niet. Nee, dus, nee, nee maar dus dat chanten, dat, dan ja. heeft je mind iets te doen. Ja, dus ja, dat, en met de Kundalini-yoga gaat het soms 2,5 uur door. Ja. Dus dan uh, kon je je ergens anders op ja, uh, focussen. Ja. En, en daar is het eigenlijk echt uit voortgekomen dat ik ging begrijpen van... Oké, okay, maar okay, ik hoef dus helemaal niet te zingen voor andere mensen. Nee, ik zing voor mezelf in ja, feite. Ja. En toen kwam ik weer in contact met, uh, ja, ja, met de tribes, met de natives, waarin ik merkte, oké, okay, maar zij zingen ook echt voor de aarde, en zij zingen voor het collectief. Ja. En zij zingen echt voor connectie. En veel van hun mantra's komen voort uit het, uh, uit het luisteren naar de natuur en dat na te doen. En zo zingen zij dan voor een vogel of voor een plant. Ja. Of, en zo komen al die chants tot stand. Dat zijn ook eigenlijk de verhalen gewoon, zoals zij de geschiedenis doorvertellen. Mm -hmm. nee, en dat is het mooie, omdat het is inderdaad als jij het zo zegt, dan mist het gewoon heel erg dat, nou ja, de verafgoding, zal ik hem maar even zeggen, die, die nou ja, de popmuziek en zo natuurlijk wel heeft, dat is, uh, ja, eigenlijk bij de, de muziek die jij maakt, of dat, dat genre, als ik het zo mag zeggen, mm. is dat inderdaad helemaal niet aan de hand. Dat is, va dat is gewoon met iedereen voor iedereen. En met elkaar zingen, ja. waaruit het gedachtegoed ook is, we komen allemaal met een unieke vibratie, met een trilling. Mm -hmm. En de stem is iets, iets, iets heel, dat is echt een, ja, authentiek Signatuur. Dat, dat, is, dat is zo specifiek, de klank, de trilling. De, dus dat, dat hoort precies zo te zijn. En, en zingen is een, is een, is een recht. Dat, dat ja. Iedereen zou dat mogen doen. Dat zou niet um, ja, clouded mogen nee, zijn nee, met nee, gedachten ja. dat, het, dat, het, dat je niet je stem mag laten horen. Nee. En, uh, en samen zingen is eigenlijk ook samen ademen. En als je samen gaat ademen, gaat je hart samen kloppen. als de harten samen gaan kloppen, krijg je een vergroot energieveld dus dan kom je dus in een heel groot gezamenlijk veld terecht ja. En, en ja dat ga je dus dan voelen. Nou, ik zou je zeggen, ik heb dat eigenlijk nog nooit uh, verteld omdat ik me een beetje voor schaam, maar ik ben op een gegeven moment of uh, ja, het is nu even een tijdje gestopt, maar ben ik op zangles gegaan hmm. en dat was eigenlijk helemaal niet omdat ik nou wilde zingen. Ik wilde vooral uh, gewoon mijn stem beter gebruiken, omdat ik gewoon uh, collega's van mij, discjockeys, die kunnen heel goed stemmetjes nadoen en zo. Hmm. Ik kan dat niet en ik Dacht ineens van ja, daarvoor moet je gewoon je klankas goed kunnen gebruiken. Dus nou ja zo beland ik bij iemand. En ik moet zeggen, jongen, hoe omdat het mij dus ook geen reet uitmaakt of ik mooi of niet zing, daar gaat het mij niet om. Ik wil gewoon even die techniek uh, leren. Wat voor die muzieklerares ook best wel een soort verademing is. Want ik, ik ga gewoon vol gas. Maar hoe gelukkig ik daar altijd van terugkom, jongen. En nu zeg jij dit zo, denk ik, ja, zingen is echt gewoon wel. Ja, als ik het, bedoel, het is echt wel vergelijkbaar met, met andere dingen die lekker voor je zijn, als inderdaad mediteren, yoga of wat dan ook. Het is sporten, ja, ja. Ja, al die dingen. Ja. ja het, is, het bevrijdt ook. Ja. Uh, het het middenrif zit vaak heel, heel vast en daar gaan ook trauma's vast zitten in het middenrif En uh, ja, dat is dus het belangrijkste, de belangrijkste spier, ook, als we onze stem gebruiken om de lucht door de vocal cords nou, het mm -hmm. geluid te produceren. Dus ja, als je dat eigenlijk weer meer ruimte gaat geven, dat betekent ook letterlijk dus dat er ja, meer levensenergie, meer lucht, meer levensenergie in je cellen kan komen. Meer zuurstof. Uh, ja, ja. Het, is, het is allemaal met elkaar verbonden ook. Ga zingen, mensen. Gewoon doe het dan ja, onder zingen. de douche. <laughs> ja, ja, maar dat is toch top. Maar vind je het dan moeilijk om dat zoals jij erover praat, en dat vind ik echt mooi, maar dan heeft het, ja, aan de ene kant is het doet, maar het heeft ook iets heel. Ja, Ik weet niet of heilig het woord is, maar. Je, Vind je het dan moeilijk om, om echt nummers te maken en die op te nemen? Omdat dat misschien het proces... Ja, ja, ja. dat is ook echt niet iets wat ik... Nee, precies. Begrijp. Ja, dat klopt. Ja, dat is echt een heel moeilijk ding ook voor mij. En ik begin nu volgens mij wel um, een soort van de mix of zo te, te begrijpen. Van oké, okay, ja is dit okay. is waarom ik het doe. Ja. En oké, okay, als ik het inderdaad wil delen met mensen... Uh, want het kwam voort dat mensen vroegen... Oh, ik wil zo graag naar je muziek luisteren. Oh ja, nou ja, dan uh, ga ik dus een CD opnemen. Want ja. dan, zo kan je dat uh, met ja. mensen delen. Oké, okay, nou, dus een CD opnemen. Maar ja, dat, ik vind dat nog steeds, om heel eerlijk te zijn, een, een stressvol uh, proces. Omdat je dan ineens met producties. Ja, uh, ja dan ontkom ja. je ja. En de druk van de studio en tik-tik tijd. Ja, 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 uh, ja, 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 ik heb ja. eigenlijk meer zin om het te creëren vanuit de, ja, ja. het ontstaan, vanuit de flow. Maar ik begin dat nu wel echt uh, te leren. want ook omdat het echt mijn werk is geworden om met ceremonies, in ieder geval cacao ceremonie, ja. workshops, retreats, muziek te reizen, wordt er van mij ook geacht dat ik op een bepaald uh, moment er ben. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk hetzelfde. Want daarvoor heb je ook een soort songs gemaakt die, waarmee je mensen die meedoen aan de ceremonie meeneemt, of zo, moet ik dat zo zien? Ja, het is een gedeelte. Het zijn het uh, stukken die makkelijk mee te zingen zijn. Omdat ja, ja, ik ook okay. niet echt een muzikant-muzikant ben, om het zo te zeggen. Ja. Ik, ik heb het geleerd door het te doen weer. Ja. Uh, ja, top. Uh, ja, zijn, is het vrij eenvoudig wat ik creëer, um, maar het voelt als een, uh, alsof ik het echt belichaam met muziek. En um, dat het heel verbonden is ja, met alles wat ik doe en de verhalen waar ze uit voort zijn gekomen. En het is nu een combinatie tussen singer-songwriter, waarin er liederen zijn echt met boodschappen, uh, en gedeeltelijk ook chants uh, van bepaalde tradities. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, en ja, dat mooi. wordt gemixt. Ja. En want toch eventjes, uh, no pressure, maar ook wel weer een beetje. Wanneer <laughs> kunnen we iets verwachten? Um, ik wil graag uh, deze winter opnieuw gaan opnemen. Okay. Dat is het plan. En om in september een uh, crowdfunding, crowdfunding ja, te ja. lanceren. Uh, met de titel Is er al? De nummers zijn er ook. En uh, de titel heet We Are the Ancestors. En vanuit het idee van de Ancestors, ze, ze komen. Ja, we denken bijvoorbeeld ze zijn van verleden tijd ja, of ze zijn ja. van de toekomst, maar. Wat als we nou zouden begrijpen dat ze door ons heen leven? Ja, ja, ja. ja. Dat wij het okay. gebed zijn van het nou, verleden, van dat, de toekomst. Oké, okay, dat ja. geeft toch wel een soort antwoord op een vraag. Want er komt ook een Ancient Woman Festival aan. Oh ja. En toen dacht ja. ik nog, ja, is dat voor oma's of zo? Maar uh, nee, nee. <laughs> ja, ook voor dat oma's. Dat is flauw, nee, nee. Ik wist wat dat dat dus niet was. Maar ik begrijp nu al meer ja. wat je daarmee bedoelt dus. Oké. Ja. Okay. ja. Daar gaan we, of nou, ik zeg we, maar ik denk dat ik niet mag komen. Maar, uh, nee, daar, daar zag ik iets dat, dat, dat. Nou ja, je hebt het al net. Uh, en uh, Ik denk dat jij heel veel op je intuïtie gaat en zo. Ik zag een van de dingen, ik weet helemaal niet of jij dat gedeelte van die. want het is een soort retraite festival achter iets, toch? Uh, Ancient Women Festival, je? Ja. ja. Ja, dat is een, een, een festivalforum waarin we de, de wortel van de oude tradities van de vrouw weer uh, ja. gaan opzoeken. En daar heb ik dus ook een, een boek. Van bij me. Oh, we gaan Een naar de, boek. de, de boeken. Maar voordat we naar de boeken gaan, wil ik dan ja. eerst even weten, want dat sprak me aan. Ik dacht, wat, hoe gaat dat dan? De, ik moet het even vertalen. De intuïtieve expressie door te tekenen. Of doe jij die niet? Of doet iemand anders die op het festival? Dat waarschijnlijk, dat is wel iemand anders die dat doet op het oh. festival, want er komen dan. Uh, het idee was om uh, met uh, elders van verschillende tradities samen te komen. Dus, dus hun traditie echt doorleefd hebben. Ja. Um, maar ook uh, verschillende vrouwen, dus van verschillende leeftijdscategorieën die ook met passie hun werk uh, overbrengen. Ja, okay. uh, dus dat, dat zou dan inderdaad door een andere vrouw gedaan worden. En ik weet even niet wie dat uh, nee, nee, nee. precies is. is maar maar ik, um... ik, ik vroeg me gewoon af, oké, okay, hoe moet ik dat zien dan? Dat je. Hey, ik vond het gewoon fascinerend. Ik kon me er wel iets bij voorstellen, maar dat is gewoon tekenen wat je gevoel geeft. Ja, in feite wel. Veel meer afgaan op niet dat daar iets moet komen, maar oké, okay, welke kleur, wat voor materiaal, hoe voelt het? Ja. En oké, okay, kijk van nou, hoe wil mijn hand eigenlijk bewegen? Ja, het, het veel ja. meer vrij laten om te kijken wat er wil ontstaan in plaats van richting te geven aan dit is wat er op papier moet komen. En beide is natuurlijk, er is iets voor te zeggen en beide mm -hmm. is mooi. Maar het is ook heel fijn om, om echt vrijheid te geven. En oh, ik heb nu echt zin in een krijtje. Of ik heb zin in een stift of een potlood. En ik wil even heel hard krassen of zo. Ja. Of ik wil uh, dat er iets anders mag ontstaan. Uh, dan alleen maar het moeten. En dan komt er ook meer omhoog van. Nou, wat is het onderbewuste, wat wil dat dan zeggen? En daarna, ik wil net zeggen, want daarna ga je dan eigenlijk dat een beetje uh, bekijken van wat heb ik nou eigenlijk gedaan en hoe zou ik dat gedaan hebben? Zou kunnen, ja. Ja, ja. ja, dat is een mogelijkheid. Maar ik moet nu ook denken aan kinderen die bijvoorbeeld gewoon. Ja, bijvoorbeeld als, je, als, ze, als ze boos zijn en je zet ze even aan het kleuren, dat ze dan grof, even mm. lekker krassen en dat ze dan bijvoorbeeld kwijt zijn. Ja. Eigenlijk nee, maar, maar je hebt toch ook, ook heel goed. erg van die kleurboeken voor volwassenen, omdat het gewoon ook heel meditatief is om gewoon. Ja. ja. Bezig te zijn, ja. We gaan naar de boeken. Ja. Ik heb jou gevraagd, zoals elke gast, om uh, na te denken over drie voor jou belangrijke boeken die je geholpen hebben op jouw uh, reis. Mm, mm. Ik weet helemaal niet of jij uh, überhaupt een uh, lezer bent. Niet in het bijzonder. Niet in het bijzonder. Nee. 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 Maar toch is het je gelukt. <laughs> ja, en er zijn, als ik, uh, als ik ergens echt interesse in heb en er komt een boek op mijn pad, dan verslind ik het. Ja, sowieso oh, ja, wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay. Maar eh, dat ik echt romans lees, dat is, uh, nee. Nee, dat is niet mijn ding. Nee, nee. dat begrijp ik. Uh, maar ja, nou laten we beginnen. Wil willekeurige volgorde, gevolg Wat is uh, je eerste boek? Nou, ik heb. Je hebt ze echt mee, hè? He? Ik heb ze mee, maar ze zijn denk ik gevallen. Oh. Mijn eigen boeken. Ja. Oh. Het is heb allemaal niet... goed gegaan. Ah, het is allemaal goed gegaan. Niet het okay. water. Ja. Nee, dat dacht ik al. Maar wel een beetje. Oh. Ja, ik uh, ben met dit boek. Dit is waar ik het dus over had. womb awakening. Womb awakening. Ja. En ja, dat is, daar ben ik nog niet door helemaal doorheen, want het is echt zo'n uitgebreid document over waar eigenlijk de oude tradities vandaan komen van de vrouw. Wisdom, wat staat een ander? Wisdom from the galaxy? Nee, from the creator. Creatrix. Creatrix of all life. Oké. Okay. En dan gaat het eigenlijk over dat de vrouw de bron is van al het leven, want we zijn allemaal door een baarmoeder uh, Tuurlijk. ter yeah. aarde gekomen, yeah. om het zo moet het zeggen, door een vrouw. Um, en die tradities zijn nog veel ouder. Um, echt van de oude beschavingen, daar gaan ze ook in. Um, ja, van de Egyptenaren. Uh, uh, maar ook het christendom komt erin voor waar eigenlijk ook Maria, uh, moeder Magdalena. Uh, het, yeah. het maanbloed, dus het bloeden van de cyclus van de vrouw. Uh, waar dat dus eigenlijk vandaan komt. Uh, oh, wow. en, en hoe dat vroeger ook geëerd werd. Er zitten zelfs verhalen over hoe uh, waarschijnlijk uh, vampieren. Uh, dat waren mensen die het maanbloed, dus het menstruatiebloed van de vrouw, dronken. En uh, ja. daar zit. <laughs> Dat is en gewoon... daar zitten hele heilzame uh, nou ja, componenten in. En dat mm. is een vergeten kennis van de vrouw. <laughs> maar dat staat hier allemaal in beschreven. Ja. Het doet me echt denken aan zo'n mop, jongen. <laughs> nou, vertel hem. Er, nou, er komt een vampier uh, <laughs> een café binnen. Ik weet niet precies hoe die gaat. Okay. Maar uiteindelijk, uiteindelijk doopt hij een maanverbandje in zijn thee. <laughs> Maar goed, sorry ja. voor deze. Maar het lijkt nee, me een heel okay. technisch... Uh, best wel... Best wel uh, ja, het, ga, het is vrij uitgebreid. En ja. er zitten ook echt dingen in die ik zelf ook nog niet wist. Um, maar het is dus ook gek. Want ik merk dan ook van... Uh, ja, het is, het is geen uh, algemeen... Uh, Knowledge, nee. Ja, dat, nee. het is niet meer algemeen of zo, dat, dat dit soort kennis... Maar dat is dus... Als je naar de oude tradities gaat kijken... Zijn, er zijn altijd bepaalde gebruiken en ritue rituelen ja. rondom de vrouw. Nou, ik kom en... nog even terug dan op de ayahuasca, wat mm. ik heel mooi vond. En, en ik, heb de, ik ben niet ineens een uh, expert hierop, maar ik, ik, nou ja, ik heb er wel uitgebreid over gesproken natuurlijk. Uh, en dat is toch ook de, 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 het is een soort donkere vrouw. Dat is toch de moeder. Mm. Moeder je, Ayahuasca. Yeah. Ja. In, ja, en ze zeggen inderdaad dat het een vrouwelijke energie is. Die yeah. heel erg vanuit de jungle dus komt. Ja. Dus echt in dat donkere. Ja. En uh, ja, we zijn gericht op het licht, dat is wat prettiger is over het algemeen. Maar ja, het licht kan niet schijnen zonder de duisternis. Exact. En hoe kan je je licht nog verder laten schijnen? Ja, dat kan alleen maar als je dus ook die duisternis durft omhelzen. En ik denk dat dat inderdaad ook een reis is wat uh, de, de, de planten van de ayahuasca je kunnen laten zien. Hmm. Ja. om echt oké okay te zijn met je eigen demonen, met je eigen duisternis. Ja. En, en in het reine te komen, in ieder geval met jezelf. Ja, nee, ja. exact. En dat het er ook alle twee is. Ik weet dat ja. ik voor mezelf een aantal vragen had bedacht, om het zo maar te zeggen. Waarbij ik al vrij snel voelde: ja, het, is zijn, nou ja, het zijn domme vragen bestaan niet, maar het, is, het, het antwoord maakt niet uit. Hmm. Het maakt niet uit of hmm. het dit of dat is, het is namelijk allemaal goed. Ja. ja dus, dus, ja. Uh, ja. ja. Oké, okay, dus uh, nog een keer: Womp awakening. awakening, ja. Ja, dat is in ieder geval als je geïnteresseerd bent in, uh, in vrouwenwerk, dan is dit een heel uitgebreid document. Okay. Ja. Nou, we zetten hem aan de, op het lijstje, maar het, ik lijkt mij best een uh, zware, ook als hij uh, alleen in het Engels nooit er is. Hij is alleen in het Engels ja. inderdaad, maar um, het is niet een, een boek wat je dan dus in één ruk nee, uitleest. Nee, ja, precies. Maar, ja, af en toe even ja. een. Uh, en er hoofdruk. zitten ook dingen over sacred masculinity, sacred femininity, ja, ja. ook over uh, sacred marriage, dus ook uh, het huwelijk tussen de man en de vrouw en ja. waar dat eigenlijk ook vandaan komt. hoor. Ja, dus het is niet alleen maar van de vrouw, maar het is vrij uitgebreid. Dus er zit een stukje in echte, nou ja, geschiedenis, maar dan ook een stukje rituelen. Ja. En, uh, ja dus ik ben er ja. nog mee bezig, maar ja. het, ik ben heel blij dat dat uh, boek bij ja, hem is gekomen. begrijp ik. Gekomen. Ja. Oké, okay, uh, boek twee. Ja, heb ik hier ook liggen. Ja. <laughs> maar eigenlijk misschien is het een andersom volgorde, maar dat maakt niet, zo nee, uit. Het um, is, het maakt niet uit. Dit is Huna. Ja. En is Ancient Hawaiian Secrets for Modern Living. En eigenlijk kwam dit boek op mijn pad. Um, mijn laatste album heet uh, Urban Shamanism. Ja. 2005. Uh, ja, ik kwam toen net uit de uit de jungle. In 2005 toen kwam ik in Amsterdam en ik was bij vrienden op bezoek en er was een fotograaf en ik was ja, Met tools en alles wat ik uh, mee had gekregen. En te het laten zien. En toen zei ze: Oh, uh, zullen we anders foto's in de stad maken? Toen zei ik: Nou, dat idee had ik toen ik in de tram zat. En toen zijn we dus eigenlijk een soort van uh, nou, volle Indianenkleding, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, 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 uh, midden ja, ja. op de trambaan en in de stad foto's gaan maken. En daar is het idee uit het uh, voortkomen van: Ja, maar het is eigenlijk hier ook een jungle in de stad. Mm -hmm. En we zijn ook hier verbonden met die oude tradities. Dus urban shamanism, om terug te brengen in de stad. En toen ik het cd uh, Urban Shamanism dus uitbracht in 2018. Uh, stuurde iemand mijn bericht zei. Hey, ik heb uh, gezien dat je je cd hebt uitgebracht. Een vriendin van mij heeft het boek aan uh, mij gegeven, die is een paar jaar geleden overleden. En volgens mij moet je dat lezen. Oh, wow. Dat heette uh, Urban Shaman. En dat was uh, door dezelfde uh, schrijver, Serge Kahili King. Mm -hmm. um, geschreven. Uh, en dat, ja, dat ging dus ook over Hawaïaanse uh, wijsheid. En uh, ja. De kahuna's, eigenlijk. Dus de grote meesters uit Hawaii zijn verborgen. Want ze leven nog wel en die informatie wordt nog steeds doorgegeven. Maar die zijn helemaal geïntegreerd in de maatschappij. En het wordt alleen maar onder families en bij bekenden. Uh, wordt de informatie doorgegeven aan de helingen. omdat ze dat willen beschermen. Uh, toen de settlers kwamen en Hawaii hebben overgenomen. En deze man is op een, een of andere manier ook zo bij een familie terechtgekomen. En uh, ja, heeft toen. Uiteindelijk de wijsheid weer in een modern jasje gegoten en het overgebracht. Okay. En Huna is het tweede boek, dus wat ik van hem heb gelezen, en dat heeft eigenlijk nog meer indruk op me gemaakt. Want? Um, Waar gaat het over? Nou, dat gaat dus over de Ancient Hawaiian Secret yeah. of Modern Living. Yeah. <laughs> um, maar dit boek, dat. Um, ja, het, het is makkelijker om te lezen sowieso. En voor mij komt het heel erg overeen met. Um, The secret, eigenlijk. Dus oh, met de law okay. of attraction. Yeah, exact. Uh, maar dan zitten er meer wortels in um, van de oude tradities van mm -hmm. Hawaii. Dus er zitten ook bepaalde gebruiken in uit Hawaii. En dat is voor mij dan ook weer... Ja, daar zit, ligt dus ook mijn interesse, yeah. die oude tradities. Yeah. Uh, maar dat is voor mij een hele mooie brug. Uh, er zitten gewoon hele mooie pareltjes aan. Ben je al naar Hawaii geweest? Yeah. Okay, yeah. Ja. Oké, tuurlijk. Ja, dat, dat is ook uh, heel fijn. <laughs> Okay. Ja, want mijn roots liggen dus in Polynesië en dat zit daar aan elkaar verbonden ja, ook met de ja, Maori's. Ja. En dat begin ik nu ook steeds verder te ontdekken. Ja. Mooi. En uh, je derde boek, dat heb je niet bij je. Dus heb ik niet het, bij me? Nee. <laughs> maar dat is, dat is een boek wat ik al meer dan tien jaar geleden, ik denk ik dat elf of twaalf jaar okay. geleden, is heb gelezen. En dat heet De Geometrie van de Schepping van Trunvalo Melgischendek. En dat gaat over sacred geometry en over um, oude beschavingen en buitenaardse beschavingen. En um, ja, vooral over sacred geometry. Daar spreekt hij heel erg over. Ja. Um, en toen de tijd was dat echt zo'n eye-opener. van moet gelijk denken aan Janos. Ah, uh, ja, ja, ja. Die daar heel ja, erg mee bezig ja. is. Ook hier op het festival met de geometrische ja. dingen. En dat alles. Nou ja, welk, als je een cel bekijkt onder de microscoop. Ja, en en ja. ik moet zeggen, als ik denk aan mijn eigen ayahuasca-reis... dan zag ik niks anders in het begin dan heel veel kleuren... en heel veel mm. geometrische vormen. Mm. Maar wat, is, wat, wat, wat heeft je geleerd van dat boek, als, ik, uh, als je dat zo kan zeggen? Nou, wat heeft dat me geleerd? Nou, in ieder geval wat sacred geometry is. Ja. Nou, wat is <laughs> dat? dat? Uh, nou, wat ik daaruit begrijp is inderdaad... Oh. Ging ah, het ging heel lang goed. Op. Ja, heel lang, hè? Ja, de microfoon uh, knalt hier op de grond. Ja, ik denk dat het goed gaat. Dus ja? ga ik ga nog even rechtop Oké. Okay. Ja, oh, misschien ja. moet ik hem toch even vast. Ik was ook een beetje onderuit gezakt. Ja, ah, daar ga je. Ik ook. Dat was gewoon een druk. Ik ga hem even omhelzen. Ja. Um, nou in ieder geval dus wat Sacred Geometry is en wat dat dan is. Um, nou, Het komt dus ook heel erg terug. Je ziet nu ook op heel veel plekken de Flower of Life. Wat is een cirkel op een cirkel, cirkel, een cirkel. En dat is allemaal metal... Ja, dus het begint met één cirkel en er staan yeah. allemaal cirkels omheen en die grijpen we in elkaar en dan krijg je eigenlijk een, een, een bloem yeah. gemaakt uit cirkels. Yeah. Nou, en daar gaat hij heel diep op in. Nou, ik ben absoluut niet goed in dat soort theorieën te onthouden, dus dat is echt helemaal niks nee, okay. voor mij. En, ja, dat op dat moment uitgelegd. begrijp ik het wel, maar. Ja, ja, um, en het kwam voor mij waar het, waar het uh, inhaakte was wat ik later ontdekte, wat jantra's. Je hebt dus mantra's zijn de, de klanken en daar zit een hele technologie achter. Maar wat je dus ook, een klank heeft dus een bepaalde vibratie die, uh, die, ja, die in, mm -hmm. ja, in de atmosfeer, in de energie, een, een yantra, en dat is dus dan eigenlijk een, een, een mandala, of eigenlijk komt het dus overeen met de sacred geometry, um, plaats je die dus in de ruimte. En um, toen begon ik ook te begrijpen van oké, okay, waarom mantras dus ook zo krachtig zijn, want je bent dus, een energie naar, ook naar buiten letterlijk aan het brengen. Dus je bent een ja, energieveld ja, ja, aan het creëren. Ja, ja, ja. Zo kun je dus de wateren beïnvloeden, dus ja, ja. ook je lichaam, dus ook mijn mind. Uh, dus het grijpt dan weer terug naar die sacred geometry. Uh, en dat is dan ja, heel wetenschappelijk. En ik denk dat dat voor sommige mensen Fet. heel interessant is. Om, uh, ja, omdat, uh, ja, om, om via die ja, ingang, ja, ja, via, echt ja, ja. via de mind, vooral als je van wiskunde of ja, andere... Ja, houdt. Nee, wat jij uh, bedoelt eigenlijk, omdat geluidsgolven, uh, dat zijn ook weer geometrische vormen. Ja, uiteindelijk komt het ja, daar ja, neer. Ja, 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 ja. En de mantra is dat de monniken die, die zagen dus bepaalde patronen, uh, vroeger toen, de toen ze gingen mediteren mm -hmm. op die klanken, daar hebben ze de, de, de jantra's ja, de uit en dat is allemaal sacred geometry. Um, ja, Dan, en ik ben niet de juiste persoon inderdaad om daar heel diep op in nee, te gaan. Nee, maar, Janus uh, kan dat misschien wel. Ja, maar, ja, ja nee, <laughs> maar dat, dat, dat ja. is het. Ja, nee. Het is eigenlijk de bouwstenen van, uh, van de energie waarop alle fractals, al het leven is opgebouwd. Daar zit ten grondslag de sacred geometry. Ja. ja, duidelijk. Nou, dat zijn de drie boeken. Nou, heb je het gehad <laughs> over yantra mantra? Maar één onderwerp heb ik nog niet gehoord en dat, dat zou bijna een draaitje hoor: dat is tantra. Oh, tantra. Ja, heb je daar ervaringen mee? Nou, oh, heb ik daar ervaringen mee? Ja, dan wil ik eigenlijk nog een, een vraag aan jou stellen. Want um, wat bedoel jij precies met Tantra? Goeie vraag. Goeie vraag. Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat ik uh, in eerste instantie natuurlijk net als iedereen één bepaalde associatie had met Tantra. Uh, inmiddels weet ik wel dat, het, nou ja, dat je het veel meer moet zien in een breder verhaal als het gaat om eigenlijk gewoon levensenergie en. Ja, hoe zou ik dat mooi, mooi zeggen? Het aftasten daarvan of het meespelen daarvan, eigenlijk. Mm. Uh, maar mijn fascinatie, of uh, dat is ook echt exact de exacte reden waarom ik wel deze vraag stel, omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe de ervaringen van mijn gasten daarmee is, is dat het voor mij een openbaring was en ik moet ook zeggen een uitdaging. Uh, dat je dus een orgasme kan bereiken zonder klaar te komen. Toen dacht ik, dit is precies. Ja, nee, dat klinkt nu echt een beetje ordinair bijna, maar ik, ik meen het wel, omdat ik gewoon altijd wel heb gevoeld. van dat seks zoiets bijzonders is. en dat dat mm. helemaal kapot gemaakt is. Mm. in de tijd waarin we leven, waarbij we een soort ritueeltje de hele tijd op filmpjes zien. en denken dat dat het is. Ehm. Mm. Uh, dus dat is eigenlijk uh, mijn fascinatie mm. ermee. Mm. Maar ik begrijp, nu heb ik het dan toch weer ineens over die seks. Het, het, het is, maar dat is gewoon, nou ja, wat ik zeg. Het, het gaat gewoon over energie, denk ik. Mm. Mm. Ja, het is Hoe mooi. Hoe zie jij het? Wat is, wat is het voor jou? Ja, het, het is mooi ook om dit te horen. Um, seks is denk ik gewoon een, een oerbehoefte, ook letterlijk. Ja. Daar komt creatie uit voort. Dus in die zin zou het ook iets heel natuurlijks mogen zijn, weer en niet iets. Wat, en, ja uh, nee. wat je wat je al zegt um, maar wat ik wel uh, zie in de westerse wereld is dat er een, een stukje uit de tantra leringen er een soort van uit is gehaald wat voornamelijk gericht is op seksualiteit ja, ja. daar is in principe niks mis mee um, maar dat is niet het complete plaatje dat is net zoals eigenlijk dat yoga uh, bestaat ook uit veel meer dan alleen asana wat de beoefening is mm -hmm. van de ja, de asana's. Ja, van, ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, daar zitten nog. Nee, daar zitten Eight Limbs of Patanjali zitten mm -hmm. daaraan vast. En zo heb je dus met de Tantra ook. Het is een veel uitgebreider onderwerp. Ja. Um, en wat mij eigenlijk fascineerde was. toen ik in een ashram was in India. Uh, dat ik daar een jongen ontmoette. die daar een leraar was. En die kwam dus uit een lineage van uh, Tantra-meesters. En die vertelde een verhaal over um, zijn opa. Die een slang uit het vuur haalde. En dat hij dus eigenlijk vanuit het vuur materie creëerde. En dit zijn ook verhalen die ik gehoord heb. Um, van bepaalde tradities die met medicijnplanten werken. Uh, onder andere in Mexico, maar ook in, in, in Noord-Amerika. Uh, met de Peyote bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Waarin ze dus uh, inderdaad dingen uit het vuur halen. of uit de aarde. Dus echt het meesteren van uh, de creatiekracht. Dus wat eigenlijk wat Jezus ook deed: water in wijn ja, veranderen. Ja, ja. Dat je de essentie van materie begrijpt en daarmee kan spelen om het te transformeren in iets nieuws. Ja. En hij vertelde ook van uh, eigenlijk ja, uh, wat dan Tantra voor hem was. En, en dat zijn die lineage waar hij vandaan kwam. En uh, de trainingen die ze deden. Dat had absoluut niks met seks te maken. Nee. Want hij uh, was al ver in zijn twintig en hij had een, nog nooit een vrouw aangeraakt. Omdat hij toen zijn opa dat had zien doen als kind. zei hij: Dat wil ik. En hij is daar helemaal voor gegaan. Ja. En dat vond ik fascinerend. Ja. Want wat hij ook, hoe hij, ja, zijn aanwezigheid, maar ook wat hij kon doorzien, zijn intuïtie, ja, wat hij kon horen, gevoel, dat was ja, ja, zo fit. gevoelig. Ja. Toen dacht ik, ja, op deze manier vind ik tantra inter interessant. Ja. Um, maar om het alleen maar te benaderen vanuit de seksualiteit, ik snap de fascinatie. En ik denk ook uh, dat het een hele mooie beweging kan zijn om het ook weer in balans te brengen, dat we begrijpen... Uh, dat seksualiteit ook uh, ja, iets diepers is. Dan, nou ja, uh. kijk, wat je zegt, het is gewoon iets... Uh, nou ja, dat, dat geldt voor mannen en vrouwen, maar zeker bij mannen weet ik gewoon... Is, is het gewoon een ontzettend aanwezige energie? En, en, en ik moet eraan denken, omdat jij zegt transmuteren, dat komt dan heel erg uit de, de Napoleon Hill Think and Grow Rich, mm, uh, mind, mm. he, die het heeft over het transmuteren van seksuele energie. Ja, nou ja, hoe vet is dat, weet je wel? Ja. Want dat is wel, nou, denk ik dat een hoop luisteraars echt wel zullen begrijpen van dat is waanzinnig. En ergens doen we het ook allemaal zonder het te weten, maar ja. als we daar, daar gewoon iets bewuster mee zouden kunnen omgaan, omdat we daar iets meer controle over hebben, omdat we gewoon weten wat het is. Mm. En we kunnen dat inderdaad gebruiken voor, nou ja, noem het inderdaad creativiteit of wat dan ook. Ja, ja. Dan, dan, dan is er een hoop minder ongein op deze wereld. Ja. Er zitten natuurlijk ook wel weer twee kanten aan. Want als je dan uh, kan intappen in die krachten. Mm -hmm. Want als we het dan hebben over die innerlijke zoektocht. zijn we eigenlijk op zoek, inderdaad. om meer, ja, toch meer controle te hebben over onze eigen ja. creatieprocessen. En ja, ja, verbinding met onszelf. ja, Verbinding met hetzelfde. En, en maar wat doen we dan met die energie? Dus wat zijn de intenties? Ja, hopelijk wel mooie dingen maken, dat bedoel je. Ja, 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 ja. ja nee, tuurlijk. Ja, want als je dus. Uh, dat zijn wel behoorlijke krachten. Want ja. Daarom zeggen ze ook van ja. dat dat dus. ...heel lang verborgen is uh, gebleven, ah, omdat het okay. dus niet voor iedereen beschikbaar moest zijn... ...omdat dat zulke krachten zijn. En als je dat dus dan inzet voor destructie of negativiteit, dan kan je ook alles stuk maken. Dus er moet wel een bepaald bewustzijn ook uh, zijn van wat wil je dan navigeren met die energie? Ja. Wat is je pad? Waar wil je het in investeren? Want dingen uh, kunnen dus inderdaad gecreëerd worden zoals je ze wil zien. Ja. Nou ja, als ik praat over mijn eigen intenties, weet ik dat ze goed zijn. Maar uh, ik, vind, ik snap het wel inderdaad. Ja, waarom ja. Dat, dat vind ik wel mooi dat je zegt, want dat zal wel extra verklaren... waarom er toch ook nu nog altijd... Uh, nee ja, waarom er gewoon zo'n sluier over hangt. En dat vind ik het gekke eraan, daarom benoem ik dat net ook zo... en ik heb het wel vaker gezegd, is dat ik denk dat we in een hele mooie tijd leven... Mm. Waarin, waarin, nou ja, spirituele zaken echt wel beter besproken worden, mensen er open voor staan. Dus niet voor niks een, een festival of een camping als dit aan de gang. <laughs> <laughs> maar ja, seks blijft toch altijd wel een beetje daarbuiten nog. Ik vind, daar vind hmm. ik ons best wel in onderontwikkeld. Ja, en ik denk ook om, om die reden dat het heel goed kan zijn om opnieuw in contact te komen met seksualiteit. Exact. Maar inderdaad ook diepere verbinding met jezelf. En dus dat die energie niet altijd uh, geuit hoeft te worden ja, in seks. In seks. Nee. Maar dat het dus een creatiekracht is. Uh, het is kundalini-energie. Het is mm -hmm. de energie, het is de oerenergie die door ons chakrasysteem, ons energiesysteem heen beweegt. Waaruit we dus ook eigenlijk alles doen ja. in dit leven. Dat komt ja. daar vandaan. Dus hoe meer we kunnen intappen in, in die kracht, um, ja, hoe meer dat beschikbaar is. En exact. dat is eigenlijk de reis. Ja, jongen. Dat is ja. echt top. Ja. Uh, heb jij een bepaald ochtendritueel eigenlijk? Het verschilt. Maar ja, het, het, het Oké, okay, maar laten we ja. even een ideale dag nemen waarbij het helemaal gaat zoals je het liefst zou willen. Dan gaat er een wekker of niet? Nee, dan gaat er zeker dan geen, gaat wekker. Er geen wekker. Nee, okay. <laughs> dan, uh, dan slaap ik uh, totdat ik uh, inderdaad wakker word. Dat ja. <laughs> uh, en ze zeggen: Het is wel een interessante vriendin van mij die vertelde dat, uh, uh, dat shamanen mogen nooit gewekt worden. Nee, dat is een serial natuurlijk. Toen zei ik: Waarom? En ik wil niet pretenderen dat ik een sjamaan ben, maar oh ja. dat zij, uh, omdat die dan aan het reizen zijn in de andere wereld. En als je ze dan in één keer uh, de bel gaat, dan, uh, ja, dan misschien zijn ze wel iets aan het doen. Nou ja, zeker. Oké, okay, nou dat vind ik wel een goede hey, vraag. Ik vind mezellen. dat moet zeggen, ik heb slaap altijd ontzettend onderschat. Mm. En, en eigenlijk als je het bedenkt, is het magisch wat mm. er gebeurt? Zeker. En hoeven we er weinig voor te doen? Maar wat, wat, wat voor processen er allemaal aan de gang zijn, we hebben geen idee. Mm. Of nauwelijks, laat ik het zo Precies. zeggen. Precies. Dus in ieder geval slapen totdat ik wakker word. Ja, oké, okay, ja. Yeah. <laughs> en um, op dit moment ben ik heel erg uh, bezig met Wim Hof in de ochtend. Oh, oké, okay, dus uh, is echt is heel dan, fijn. Ja, ja. Ja, ja, ja. En ik doe dan uh, op, op, gewoon op YouTube, zoek ik het gewoon op, ja. uh, Wim Hof Breathwork. En ja. dan luister ik ernaar en dan doe ik uh, uh, ja, drie uh, tot vijf rondes. Een ja. beetje afhankelijk van hoeveel tijd ik heb. Ja. En uh, ja, of daarvoor of daarna vind ik het gewoon lekker om mijn lichaam te stretchen. Ik heb uh, tijdens mijn verschillende trainingen veel diepere uh, sadhanas, uh, de ochtend yeah, uh, gedaan, yeah, yeah. maar daar ben ik wel een beetje van af. Um, ik vind het wel fijn om, om in ieder geval de dag te beginnen met ademhalingen, stretching en uh, intenties van mm -hmm. oké, okay, nou wat wil ik yeah. graag dat deze dag me brengt. Um, maar het wordt allemaal steeds eenvoudiger. Omdat je gewoon in balans bent en uh, mm. of meer in balans bent. Ja, dat is ook een goede vraag, maar uh, ik weet niet of het uh, ja, ik ik ben niet meer zo van het hele extreme op nee, dit moment. Met, uh, toen ik mijn kundalini yoga opleiding deed, toen ging ik tweeënhalf uur in de ochtend uh, sadhana doen. Ja, 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 met ja. eerst recital uit een ja, boekje ja, ja. Oh, en really? uh, dan een uur yoga en dan nog een uur mantra's Mantra chanten, en, ja, ja. Oh, wow. um, oh, vet. Maar het gaat meer over, dat we. Uh, voor mij gaat het meer over, uh, van, ik ben wakker, dankjewel dat ik weer wakker mag worden. Mm -hmm. uh, dankjewel voor dit lichaam. Um, ik, uh, ik adem bewust dus ja. ik, uh, zodat ik meer bewust kan waarnemen wat er in mijn dag gebeurt ja. um, en als ik ergens mee bezig ben, vooral als ik nou met projecten dan, ja toch wel echt de intentie te zetten om daar echt mee bezig te zijn of als er dingen komen uh, ja dat ik daar wel ook ochtends al mee bezig ben en, en uh, maak je het Wim Hof stijl ook af met een koude douche? Uh, niet altijd. Nah, nee, dus gewoon niet, <laughs> niet altijd. Is, is, gewoon, nee, is nou oké, okay, okay, dan nee. Ik gewoon nee. Maar ik hou wel van koud water. Ja, maar maar vooral als zeggen. er dan een sauna bij zit. <laughs> <Ja, dat zijn. laughs> nee, oké, okay, maar dat is ja. ook wel goed. Maar, en heb jij... Uh, ja, als je het hebt over in ieder geval... Ik snap dat het dan een dagelijks iets is... waarbij je denkt wat deze dag mij zal brengen. Maar als je hem iets groter maakt... wat, wat zou je nog willen dat het leven jou gaat brengen? Of andersom wat jij... Mm moeder aarde zou willen geven? Heb je mm. nog... Uh... Ja, dat is een mooie vraag ook. Ik denk dat dat ook wel in die zin uh, voortkomt. Als, uh, als we de dag beginnen met dankbaarheid. Om te zeggen van, uh, het is echt een wonder dat ik weer mag leven. Mm -hmm. Want het kan echt zo voorbij zijn. En dat besef komt steeds sterker ook bij mij. Um, ja, het is mooi. Deze vraag ja, die raakt me wel. Uh, vooral in deze tijd waarin er ook um, met, met de COVID uh, mm -hmm. zoveel gebeurt en, en vrijheden eigenlijk worden afgenomen. Mm -hmm. um, en met de intentie dat het goed is wat er gebeurt, maar waar er ook een stukje menselijkheid wordt weggenomen. Uh, de, in, ja, de intermenselijke connecties, de ja. aanraking, ja. Uh, de heling. Um, dus dat raakt me dan wel, want wat ik dan wens, ook voor de volgende generaties, is dat ze uh, in contact mogen zijn met zichzelf en via zichzelf met de natuur. Um, met schoon, schoon water, uh, schone lucht, gezond voedsel, dat we weer leren om met de aarde te werken, hoe de cycli uh, van, van de natuur bewegen, dus uh, de seizoenen, ja. uh, hoe, hoe je een zaadje plant en hoe dat, als je dat verzorgt, dat dat dan groeit en dat dat een me metafoor is voor. Andere dingen die we leven. doen in het leven. Ja, ja, mooi, en, en als we dus dan begrijpen hoe we zorg kunnen dragen voor een zaadje. Uh, dat we ook kunnen begrijpen hoe we zaadje kunnen planten voor andere uh, projecten. Wensen, en daar wil dromen. jij een steentje aan bijdragen, mag ik dat uh, zo zeggen? Um, ja, zeker. Ja, Daar wil ik wel aan bijdragen. Ja. Maar het is niet meer zo um, dat ik zoiets heb van nou, ik, ik ben een vrijheidsstrijder. Dat, dat, ik voel niet dat het vanuit strijd komt, maar het voelt. Vanuit een, uh, mijn leven te leven, dat, dat, dat het effect is dat, dat iemand misschien geïnspireerd raakt. Ja, ja, ja. Of uh, misschien zijn pad terug mag vinden. Uh, of iets, iets aangaat. Ja. Dat ze denken van oh, maar wacht even, ik, uh, ik kan dieper voelen. Ik, uh, ik weet nu wat ik wil. Of dat is um, waar ik voel, waar ja. mijn, mijn taak ligt. Maar niet zo, uh, zeker niet mensen vertellen wat ze moeten doen. Daar nee. hou ik zelf ook maar een van. soort ambassadeurschap, of zo zit er wel in. Hoe zeg je dat? Gewoon, ja. Het mag toch wel een soort van teacher. Ja, maar is we zijn. er is toch niks mis mee? Nee, daar is niks mis mee. Maar het is als je een leraar wil zijn, geloof ik ook van dat je altijd student blijft. Mm. Want het is een eindeloos nee, proces. Dat begrijp ik. Het is een, ja, precies. Nee, uh, het is een ja, uitwisseling. Ja, 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 ja. En, uh, zijn, we zijn ja. allemaal onze eigen gurus, ja. heb je ook ja, verteld. Ja. Ja, dus, ja. Nee, uh, precies. Oké. Okay, <laughs> en hoe ja. kijk je aan tegen de dood? Want ja, jij hebt nogal wat andere hè? stammen gezien, dingen gelezen. En mm. daar verstaan, ja, nou ja, de verschillen, de meningen over. Of zijn, nou, misschien ook niet eigenlijk, maar. Mm. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik heb een tijdje een echte fascinatie gehad voor de dood. inderdaad. Okay. Ja, dat. Uh, echt van ja, wat is dat? Heel ja. veel vragen over gehad en uh, echt niet begrijpen. <laughs> nu weet ik in ieder geval, dat is de enige zekerheid die we hebben: <laughs> dat we, we worden geboren en we gaan weer dood. En ja. wat daar tussenin gebeurt, ja, dat is een uh, zoektocht. Um, maar inmiddels uh, voel ik. Door de ervaring in mijn leven dat er iets, iets um, oneindigs is. En of we dat dan de ziel noemen, of spirit, of energie, of, energie, ja, of ja. Ik, ik weet niet. En of dat een buit buitenaard wezentje is, wat dan geïncarneerd is, of, of uh, hoe, je, hoe je er ook tegenaan wil kijken. Uh, allerlei mogelijkheden en theorieën zijn daarover. Maar er is iets wat um, oneindig is. Dus we hebben nu deze aardse vorm en dat ja. ziet er dus zo uit. En heeft deze klank. En, uh, nou, hiermee met deze zintuigen kunnen we de, de omgeving waarnemen. Ja. Um, maar dieper daarin, dat is ook de zoektocht naar binnen, is op zoek van, maar wat is dan de pure frequentie uh, van Echt dat lichtpuntje? Oer, ja. van, waar, ja, 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 ja. van wat oneindig is. En ik wil het niet eens meer de ziel noemen, want ik weet niet eens of dat hetzelfde is of zo. En er blijven ook heel veel vragen, ook voor mij, nog Tuurlijk. steeds daaromheen. Ja. Maar de. Angst voor de dood is ook in de jungle <laughs> verdwenen. Um, die zit niet tijdens die reis, maar daarna omdat ik de dood daar echt in de ogen aan heb mogen kijken. Hoe dan? Um, doordat het water zo vies was, oh. <laughs> en we daarin baden en daarvan dronken en uh, noem het allemaal op, kreeg ik een hele heftige infectie. En er waren heel veel mensen die geïnfecteerd uh, waren. En dat was een heel ernstige infectie in mijn oog. En dat trok op een gegeven moment dus ook uh, ja, in, mijn, in mijn hoofd. Zes. En op een gegeven moment was dat, uh, ja, het verblijf was, uh, was voorbij daar. En we gingen terug. En we moesten nog vier dagen met de boot, omdat het water heel laag was. En het ging heel langzaam. En die infectie die werd steeds erger. En dat ik ook echt ging, ja, dat ik ging voelen van. Als ik niet uh, binnen een paar dagen echt terug ben Het in de stad, je op. Ja. dan ja, ik voelde ik gewoon hoe, hoe dicht de dood was. En ik kon mijn ogen op een gegeven moment ook niet meer openen omdat ze dus dicht zaten. Ja. En de pijn was, uh, ja, was gewoon niet te doen. Want we sliepen, zoals vier dagen met een boot en we sliepen in hangmatten in de boot tijdens de reis. Maar die... Het water was dus stil in de nacht. Maar die kleine schommelingen van het water. Dat was, al de hel. was onmogelijk oh. om te verdragen in mijn hoofd. Dus ik moest op een gegeven moment uit de boot. Maar de boot was ook waar je veilig was van de dieren en de jungle. Maar ik moest dus uit de boot uh, op, op het ja. strandje, op de, de rand van de jungle slapen. Omdat ik zei: ik, ik kan het niet verdragen. De pijn is zo heftig. En omdat ik ook mijn ogen heel veel dicht moest hebben, kreeg ik dus ook ja, op een gegeven moment gewoon visioenen uh, ja. van: van uh, ja die ziekte van daar zijn en me overgeven aan oké okay, ja misschien uh, word ik dan vanavond wel opgegeten maar zo so, so let it be want ja, ik kan ja. niet op de boot zijn nu en um, toen was voelde de dood heel dichtbij ja maar de, de, de maar je zegt de angst is, is de weg daarna uh, dus dus blijkbaar had je er ook een soort rust in gevonden dan of hoe moet ik dat zien ja want dus ik word die, hier niet echt rustig van ik denk alleen nee, maar die, nee, uh, van het verhaal dus, niet nee <laughs> Nee, dat ze, de, de integratie uh, van, de, van die reis ook naar de jungle, uh, dat was dus vijf jaar geleden. Dat voelt nog steeds dat daar stukjes van komen, van dat verhaal, van ja. wat was dat nou? Maar door te zeggen van oké, okay, ik moet me nu overgeven aan, aan het leven. Ik kan niet op die boot zijn, dat is, het veilig, dat is waar het veilig is, waar de dieren niet kunnen komen. Waar, mm -hmm. uh, ik lig hier nu in mijn eentje aan de rand van de jungle Waar inderdaad uh, allemaal beesten uit kunnen komen. En uh, yeah. wat er van, van alles zou kunnen gebeuren. Of weet, ja, een insect, een, de ontsteking ja, die, kan zo erg worden ja. dat het het uh, niet redt. Um, en daardoor het enige wat ik kon doen was zeggen: Oké, okay, dus ik geef me over aan dit, dit moment en aan wat het leven mij geeft. Ja, zo. Ik accepteer het. Ja, ja, zo. Wat ook de uitkomst ja. is, ik accepteer het. En als dat dan de dood is. Dan is dat wat het is. Ja, en dan ja, kan ja. ik nu, op dit moment, kan ik daar niks aan veranderen. Nee. Ik ben drie dagen verwijderd van het dorp waar ik medicijnen ja. kan krijgen. Dit is nu wat het is. Ja. En er is niks anders dan nu te zeggen: ik geef me over. En wat is dan de dood? Ja. De, nou, daar heb ik. Uh... Maar dat is wel, en nou, dan snap ik hem ook wat meer, want dat is eigenlijk wel een soort rust die we eigenlijk allemaal zouden kunnen hebben. Dat zei je ook in het begin: van we weten één ding zeker en dat is het. We zijn mm, allemaal terminaal. Mm, mm. Uh, yeah. dat besef kwam dus dan ook van... ja, oké, okay, als ik dan nu misschien het leven verlaat... of een, yeah. een ander moment... ja, dan als, als dit nu gebeurt, als ik nu dood ga... dan is dit het moment dus dat ik uh, het leven mag verlaten. Yeah. En dan is dat uh, wat mij is gegeven. Yeah. En uh, ja, door dat besef ben ik ook inderdaad anders gaan aankijken tegen de dood. Van oké, okay, dus het komt gewoon precies op het juiste moment... dat het moet komen. En dan tot die is, tijd kan ik dus nog andere dingen doen... Yeah. en andere ervaringen creëren in het leven... Maar als het komt, dan komt het. En uh, daar is niks tegen te nee, doen. Nee, nee, nee. Nou, ik ben blij uh, dat dat uh, toch niet gebeurd <laughs> is. Dat ik nog een gedeelte okay. van jouw licht heb uh, kunnen pakken. Hmm. En uh, ja, ik wil je heel erg bedanken. Mag ik een applaus voor Jennifer N? <applause> Bereikbaar online als je Jennifer N Sings intikt, dan uh, kom je het overal wel tegen. Hmm. Ik kan niet wachten op uh, nieuw uh, werk. Ja. Yeah. Maar dat gaat dus yeah. zeker gebeuren. Ja. Yeah. Dankjewel voor het gesprek. Ja, jullie bedankt voor de aandacht trouwens. Ook mocht er nog een vraag zijn, dan kan dat. Er staat een microfoon. En ik zou het heel leuk vinden, natuurlijk, als er een vraag is. Oh, leuk, ja. Ja, oké. Ja. Ja. Oké, okay. ik wil je eerst bedanken ah. voor de uh, intentie. Mm. En uh, ik ben zelf van overtuigd dat het niet een revolutie is, mm. maar een transmutatie. Mm. Een transmutatie naar een nieuwe dimensie. Wij gaan van Rux naar Vlinda. Ja, ja. Is dat van drie naar vijf dimensie? Wat ik ook uh, wel. Minimaal. Minimaal. Dus vijf en beyond. En beyond. Ja. En wat ja, gaat nee, er? Oké, okay, Dus we dalen in in onze eigen kracht en we hebben altijd onze werkelijkheid geschapen. En hoe gaat de wereld er dan uitzien volgens jouw uh, visie? Uh, nee, hij wordt energetischer. Gaan we dan ook andere dingen ervaren via de zintuigen? Ja, denk ik. Ja? We gaan naar een twaalfdelig chakra. Onder andere. Mm. En we gaan vanuit ons hoge zelf werken. Dus de fluctuering die we nu hebben, aan-uit, mm. komt door dat taartpunt er ervaring. Maar als die taart heel is... Mm. dan zijn we één. Oké, okay, dus, dus we gaan letterlijk ja. naar huis. Ja, 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 ja. We gaan letterlijk naar die baarmoeder. Nee. Ja. Naar, naar, naar dat nulpunt. Ja, ja. En, en, en ik vind dit goed klinken en ik, ik hoor het wel vaker... maar u zegt het nogal... Zeg maar jij. Of jij zegt het <laughs> zeg nogal... Zeg maar Geert. Oké. Okay. Je zegt het nogal overtuigd. Uh, hoe, uh, ja. hoe, hoe, hoe komt dat? Uh, ik maak denk ik 35 jaar... Een verandering door. Mm -hmm. En dat begon met een midlife-crisis. Mm -hmm. En dat begon daarna met een scheiding. Of dat, dat, dat ging door met een scheiding. Dus ik moest op eigen benen. Mm -hmm. Dus ik moest eigenlijk met, met heel weinig dingen. Dus het werk lukte niet. De relaties lukten lukte niet. Dit klinkt als uh, een uh, willekeurig uh, Zonder alle blabla. Bla, en, en dat ben ik nog niet hoor. Nee, nee. nee. Uh, met zonder alle blabla. Bla zijn. Dus ja, dat is. Uh, dat is wat het is. Ja, ja, maar dan en dat heeft loopt je... samen met het collectief. Hmm. Ik, 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 uh, ik kan trekken aan een doodpaat, maar hmm. ik ben er deel van. Ja. Ik ben ook een beetje een dood paard. <laughs> en nou, ik denk ik, niet dat het helemaal waar is want de generaties voor ons hebben de weg vrijgemaakt zodat ja, het makkelijker ja. wordt uh, voor iedere nieuwe generatie om het werk voor te zetten ja. en uh, vandaar ook dat in ieder geval mijn reis is om de voorouders, de, de, de elders te eren dan dank je wel dat je de weg hebt vrijgemaakt yes. zodat het steeds makkelijker wordt voor, voor mij, voor de volgende generaties om uh, hierin geïnteresseerd te raken, om ons pad te bewandelen met meer vrijheid en meer begrip van elkaar. Want ja. toen ik ook aan het opgroeien was... was het ook echt een beetje hocus pocus. En ik was altijd de rare, de rare eend. Ja, ja. En, en nu merk ik gewoon... er is zoveel meer ruimte... Ja. om echt ja. te onderzoeken wat in jou leeft. En daarvoor uh, gaan we dus voorbij... ook de, de oordelen die we hebben. En, en, en ideeën wat goed is en wat fout is. En, uh, ja. en ook voorbij de culturen. En noem het zomaar op. Ja. Dus en dan krijg je wel. En we <laughs> krijgen energetisch zoveel steun. Mm. Hè? Dus, dus de hele kosmos. Ja, wij zijn niet in de kosmos, maar de kosmos is in ons. Maar we, snap je, dat zijn ook mm. delen van alles. Alles one, ja. Yeah. Mm. Dus ik, 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 ik lees veel. Uh, ik heb ze heel veel gelezen. Dus als vorm van werken. En nou, daar hou ik ook een beetje mee op. Want ik ga van werken naar, uh, genieten. Mm. <laughs> dus, maar ik hoor dat er. Uh, in, in meerdere, snap je, uh, 80% van de goede uh, gechannelde boodschappen, die zeggen hetzelfde. Mm -hmm. En onder andere dat er 352 dimensies zijn. Mm -hmm. Oh, dan is de vijfde dimensie inderdaad maar breder. Ja, uh, dan zijn we maar... nog maar net aan ja, het nou, begin. We zitten echt nog in de kleuterschool. hoor. Ja, uh, maar, maar die, uh, dus, dus we zijn. Ook in die hogere. Dus we gaan dat, dat magnetisch veld, ja. snap je? Dat, die, dat, dat principe, dat is een opdeling en weer een opdeling en weer een opdeling en weer een opdeling en weer een opdeling. En misschien ja. is het in het midden een eencellig diertje. En nu gaan we weer naartoe. Ja. Ja. Dus die facetten zijn er nog steeds, want er is geen tijd. Nee. Tijdloos. Mooi vooruitzicht. Tijdloos, ja. ja. ja maak, dus, ik, maak je geen zorgen. Nee, dat deed ik sowieso niet. Nee. Maar ik vind een, maar bedankt. Een, ja, ja, het dank bedankt. Dank je wel. Ja, ontzettend bedankt. En dan zijn we inderdaad rond met uh, tijdloos. Uh, mm. Dank jullie wel voor uh, jullie aandacht. Een applaus voor jezelf. Mm. En tot de volgende koekeroe. Nou, en die volgende, die staat misschien al gewoon klaar voor je. Meer informatie daarover en ook over Jennifer N. Haar social media is Jennifer N. Sinks. Dat vind je natuurlijk op de website van Koekeroe. Dat is www.kukeru.nl. Dus en nu je toch zover gekomen bent met luisteren, dankjewel. Uh, deel hem even op je social media. Tag me, Giels, g e l s Of laat iets anders leuks achter. En anders doe je niks. Tot de volgende zonnegroet. Hoi!